Goedemiddag allemaal, hier in Doorn en thuis. Reine, mag ik je uitnodigen? Fijn dat je er bent, de voorzitter van de Belgische organisatie, een cursus in wonderen. Ja. Fijn dat je er bent, Reine. Sorry. En Reine neemt ons mee naar les 1, ja. les 1 van het werkboek. Dus ik ga. Um, de microfoon aan jou geven en uh, ben heel, uh, we zijn heel erg blij dat je er bent. Dankjewel. Welkom. Dank u. Hallo allemaal, hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Ik vind het uh, ook een geweldig experiment voor mezelf, want het is de allereerste lezing die ik ooit geef. Maar het zal nodig zijn en ik zal er klaar voor zijn, want anders was ik hier niet. Ik dank jullie ook voor de uitnodiging, uiteraard. Ik denk ook de Zoomers, want ik zie daar een aantal mensen via Zoom. Wel bekenden. Hallo, oh, geweldig. België is ook aanwezig. <laughs> Toch? Zie je de techniek staat niet stil. Hè? Um, moet ik mezelf nog voorstellen. Waarschijnlijk, ik ben Rijne, hè, en uh, ik ben inderdaad voorzitter van de VZW 2 en Cursus in Wonderen Vlaanderen. En in die hoedanigheid kan ik dus helemaal mijn ding doen met een cursus in wonderen. Dat vind ik eigenlijk zo geweldig. Ik wilde vroeger altijd een uh, centrum oprichten, maar dat is er nooit van gekomen en ik weet nu wel waarom. <laughs> Dit is veel beter. Hè. Ik kan veel meer mensen bereiken. En, uh, dus ik vind het eigenlijk fantastisch om te doen. Uh, nu, waarom ik uh, hier ben, dat weet ik ook niet. Het is voor mij evengoed een verrassing. Want ik weet ook niet waar het over gaat. Het enige wat ik heb is een titel. En al de rest zal vanzelf moeten komen. Hopelijk. Nee, we rekenen daarop, hè. we vertrouwen erop. Want ik werk al jaren met uh, mijn innerlijke stem, Heilige Geest, uh, Jezus, noem maar op. Uh, mijn ware zelf. Maakt niet uit hoe je de naam, uh, welke naam je eraan geeft, maar als het maar dezelfde bedoeling heeft, hè. het is jouw leiding die. Zegt wat er voor jou nu op dit moment nodig is. Dus ik dacht, uh, met de uitnodiging van Wiebe eind vorig jaar, heb ik direct ja gezegd, zonder twijfelen. En ik had ook direct een titel, want het was voor mij op dat moment en nog steeds een heel belangrijke les. Wat ik buiten me zie, betekent niets. Ik zeg het nu met mijn eigen woorden, want in de cursus staat het anders. Maar het is uh, een levensles die altijd zal blijven duren, want daar hangt alles van af. Wat we buiten ons zien, kan nog steeds betekenis hebben, maar het betekent eigenlijk niets. En dat is wat we moeten leren om onze ervaringen met die buitenwereld los te laten, onze emoties daarover los te laten en dan uiteindelijk te komen tot wat de werkelijkheid is, namelijk het is een droom. Nu, ik heb het werkboek bij, maar ik hoef het eigenlijk er niet bij te nemen. Ik denk, zijn hier mensen in de zaal die nog nooit met een cursus iets hebben gedaan? Dat is niet erg, dat is niet erg. Wees welkom. Maar misschien zal het er wel... Ja, kom binnen. Misschien zal het wel confronterend zijn, uh, wat ik ga zeggen, maar... Uh, ik ben ook heel zwart-wit denkend. Ik uh, ken geen kleur en ik beken ook geen kleur, ik bedoel, het, bij mij gaat grijs niet. Het is waar of het is niet waar. Hè? Dat is ook mijn motto. Uh, ik doe al 33 jaar, de, uh, al 30 jaar, sorry, de cursus. En uh, het zit in elke cel van mijn lichaam en ik kan ook niet meer anders denken. En dat is heel leuk, moet ik eerlijk toegeven, dat is een puur genot. <laughs> Net zoals Diederik ook zei, wat kom ik hier eigenlijk doen? We kunnen hier gewoon samen zijn en niets doen, want uiteindelijk bestaat er ook niets. Als ik nu bijvoorbeeld de oefening zou doen van wat ik buiten mij zie in deze zaal, betekent niets, dan kunnen er mensen zich daaraan. ...gekwetst voelen en zeggen van... ...ho, maar ik ben wel iemand en ik zit hier wel naar jou te luisteren. Maar uiteindelijk, voor mij, in mijn leven... ...betekenen die mensen of jullie eigenlijk niets. De enige betekenis die ik er kan aangeven... ...is dat jullie een projectie zijn van mij. Dus jullie zijn zoals ik. Samen met mij zijn wij de zonen van God. Ja? En doordat wij allen één zijn, is er niets buiten mij. Alles is in mij... Dus zou je kunnen zeggen, jullie zitten in mijn hart. Dat is toch veel mooier dan op die stoel daar, niet? Denk het wel. Allee, zo zie ik het dan toch alleszins. Nu, um, in het begin, toen ik uh, de werkboeklessen deed, uh, dat is al heel lang geleden, dan herinner ik mij nog heel goed dat ik, uh, als ik de eerste, las, uh, eerste les las, dat uh, ik dacht, oké, okay, dat is heel simpel. Wat ik buiten mij in deze kamer zie, betekent niets. En ik ging aan de slag. Die kast betekent niets. Die tafel betekent niets. Dat kadertje betekent niets. Die bloemen betekenen niets. En dat ging tot er op een keer, toen ik de les nog eens deed, iemand in de kamer was. En dat was mijn dochter. En oeps, mijn dochter betekent niets. En dat vond ik ook wel erg op dat moment. Dat is ook al jaren geleden natuurlijk. En toen dacht ik van, ik moet er toch eens dieper over gaan nadenken, want als dat zo is, dan zou dat willen zeggen dat mijn kinderen, mijn kleinkinderen dus niets betekenen, dat mijn partner ook niets betekent. Dat was eng. Het is ook eng om dat te zeggen natuurlijk. Hè? En het is ook niet uh, in, het, in het ego dan, hè, ook niet relevant, want ze zijn er wel, je ziet ze wel, je hebt er een relatie mee. Hè? Maar de mensen die buiten ons aanwezig zijn, zijn een projectie van onszelf. Dus wij hebben een idee over onszelf, wij sturen dat naar buiten in anderen en we krijgen het terug. Dus wat wij zien buiten ons is onszelf. En vinden wij dat leuk? Dat is maar de vraag. Vinden we dat fijn als iemand ons aanvalt? Dat wij moeten erkennen dat wij dat zelf zijn, dat wij onszelf aanvallen. En kunnen we dat zo zien? Want uiteindelijk is dat een confrontatie, een zware confrontatie met onszelf. Vooral als het iemand is die een zware aanval pleegt op u, Hè? of u uitdaagt, dan is dat niet zo liefdevol. Lijkt het althans. Maar we hebben dat nodig, want hoe zouden wij als enige persoon in een lege wereld onszelf kunnen leren kennen. Zelfs ons spiegelbeeld is een illusie. Kijk in de spiegel. Dat is een illusie. Want dat beeld is er niet. Je denkt dat het er is, maar het is er niet. Dus je kan jezelf alleen maar leren kennen door interactie met anderen. En dat is een hele lange weg. Geloof me, echt waar. Dat is een hele lange weg. En wij doen niks anders. Dat is het enige wat we hier komen doen om te kijken naar onze wereld buiten ons, daaruit te distilleren wat voor ons belangrijk is, om te gaan kijken welke emoties dat bij ons oproept. En die emoties zijn van ons, van mij. Dus nu zijn jullie mijn spiegelbeeld en als hier iets zou gezegd, gedaan of gebeuren, dan is dat ook van mij, dan heb ik dat uitgelokt. Ook al ben ik me daar niet bewust van. Toch? Want we zijn niet van alles bewust, hè. Dat is waarom de wereld dient, om ons bewust te maken dat wat we zien niets betekent en dat wij een schepping van God zijn. En dat is alles wat er is. Wij zijn liefde. Punt. Er komt niks naast. Wij zijn liefde, maar we ervaren dat hier zo niet. Dus moeten we oefenen. Met onze partners, met onze kinderen, met onze buren. Mensen die we kennen, ook mensen die we niet kennen. Bijvoorbeeld in. Uh, als je gaat shoppen en je hebt een kassierster die een beetje nukkig is die dag, ja, dat is ook jouw evenbeeld. <laughs> maar dat moet je ook zo leren zien. In het begin doe je dat niet. Hè? Dan zeg je van, zeg, die heeft een een dag en waarom is die nu zo nors tegen mij? Ja, maar dat is wel jouw norsheid tegen jezelf. Maar je beseft het niet. Eigenlijk is het leven een spel. Dit is gewoon een spel. Mens, erger je niet. Dat hoor ik graag. Het is zo, ik zie dat ook zo, het is een spel, mens. Erger je niet. En als je het spel ziet en je speelt het, je loopt achter elkaar aan, toch, om zo rap mogelijk thuis te zijn. Is dat niet het spel? Ja, en om niet gepakt te worden. Vooral om niet gepakt te worden en niet buiten geschoten te worden. Dat wil je toch niet. Zie Voel je nu hoe dat, dat voelt als je dat zo uitlegt? Dat is ook de cursus. Want wij moeten niet buitenspel gezet worden. Als we met het goddelijke werken, met, met onze schepper samenwerken, of met Jezus of de Heilige Geest, maakt allemaal niet uit, want het is één en hetzelfde, dan hoeven wij niet opzij te worden gezet. Wij zijn het waard om recht naar huis te gaan. En als je dat spel zou spelen fysiek... Dan kan je dat ook met die ideeën doen. En dan word je niet van de kaart gehaald. En als het dan toch gebeurt, dan betekent het niks. Dan begin je terug opnieuw. Als het leven nu zo zou zijn, zou dat niet leuk zijn? Toch? Daar moeten we naartoe. Ik, ben, ik heb geluk dat ik na al die jaren oefenen zover ben dat ik dat kan. Dat ik soms kan zeggen: van het is wat het is. Het maakt me echt niet uit. En als ik iets niet heb gehoord, dan was het niet voor mij bedoeld. Ik ga er niet meer achteraan, vroeger wel. Dan moest ik weten wat er werd gezegd. Hè. Iemand vroeg iets aan mij en ik had het niet verstaan. En, wat blieft, wat blieft, tot ik het kon horen. En dan was het meestal iets dat ik niet wou horen of dat ik niet leuk vond. Nu luister ik er gewoon niet en dan weet ik het niet. En dan moet ik mij er ook geen zorgen om maken. Toch? Ja. Want het kan zijn dat iemand gewoon iets zegt, meer in zichzelf dan voor mij. En dan hoef je dat ook niet te weten, toch? Dus in zoverre uh, werk ik dus met het cursusgedachtegoed, en uh, dat heeft mij gebracht tot een punt van redelijk in vrede te zijn. Ik zeg redelijk, omdat dat ook niet altijd is. Hè. Dat is een illusie om te zeggen dat in deze wereld er iemand zou rondlopen die altijd in vrede is. Dat was hier niet meer. Dat was het ook niet meer nodig. Dus we zijn allemaal broeders en zusters met hetzelfde probleem. We moeten onszelf terugvinden. Hè? We moeten terugpolen naar wie we werkelijk zijn. En dat kunnen we doen door bijvoorbeeld een aantal gedachten dagelijks te hebben. En daarom dient ook het werkboek. Hè? Die gedachten die zorgen ervoor dat we stil aan het ego afbouwen en dat we de werkelijke zoon terug binnenlaten. Of. Toelaten. Binnenlaten is verkeerd. Toelaten. Want het zit in ons. Dus we kunnen het kun je niet binnenlaten als het er al zit. Hè? Hè? Dus het zit in ons en we moeten het gewoon terug herinneren. En dat is een hele lange weg, absoluut. Met vallen en opstaan. En in het begin, bij elke val, dan ben je kwaad. En dan wil je dat niet meer. Dan word je zelfs kwaad op je ego. Want dan is dat zo van. En ik wil dat ego niet meer. En het moet weg, het moet weg. Maar dat kan niet weg. Want in deze wereld hebben wij dat ego nodig. Het ego is het lichaam. En het lichaam is een instrument. En zonder dat instrument kunnen wij in deze wereld niet met elkaar communiceren. Hebben we ook geen interactie. Kunnen we ons toch niet leren kennen. Dat heeft een doel, dat lichaam heeft een doel. En dat is. Denk ik nog wel het belangrijkste om te beseffen dat we daar niet kwaad om mogen zijn. Op geen enkele manier. Want het, het geeft ons een mogelijkheid om onszelf te leren kennen. Dus we moeten het gebruiken. En we moeten het ook heel goed verzorgen. Niet extreem. Dat wil niet zeggen dat we daar geweldig moeten mee bezig moeten zijn om ons lichaam gezond te laten zijn. Gewoon volg je gevoel en wat niet goed is, dat moet je corrigeren. Wat goed is, dat blijft, dat is oké. Okay. Dus je moet niet een extremist worden hè, in je lichaam te verzorgen. Alle supplementen, voedingssupplementen. Uh, gaan trainen. Je wilt er goed uitzien. Ja, ik wil er eigenlijk ook wel goed uitzien, en ik weet dat het niet echt is, maar ja, kijk, het is wat het is. Ik heb ervoor gekozen, ik heb mijn vorm gekozen. En de volgende keer ga ik het wel anders doen, denk ik. Dat is een grapje. Ik hoop dat ik niet meer moet terugkomen. Dat is ook misschien een illusie. Wie zal het zeggen, hè? dat kunnen we nu nog altijd niet weten. Maar uh, zorgen voor je lichaam is zorgen dat je goed functioneert. En als je ziek bent, dan ga je normaal naar de dokter. Dat is normaal. Ik bedoel, dat moet je doen. Hè? Je moet je lichaam ook niet uitdagen. Hè? Dus, maar het heeft niet meer betekenis dan een instrument. En daar moeten we eigenlijk rekening mee houden. Het dient om te communiceren, om in de wereld ook te genieten. Want uiteindelijk zullen we in een stadium komen dat we kunnen genieten van het lichaam en van de wereld. Het is toch heel fijn dat je op een zonnige dag in je relaxzetel in de tuin kunt zitten en naar de wolken kijken en zien hoe geweldig dat dat is, dat er geen twee dezelfde wolken zijn. Staan we daarbij stil? Nee, natuurlijk niet. Wij lopen daar zo wat rond in de tuin te werken, misschien. Hè. En we kijken daar niet naar. Wij genieten niet genoeg van deze wereld, die uiteindelijk ook een maaksel is van onszelf. Want wij hebben hem geprojecteerd. Toch? Dat zegt de cursus. Wij hebben in onze gedachten, omdat we afgescheiden lijken te zijn van onze bron, een wereld geschapen om in te vluchten. En om te een wereld waarin wij Heer en Meester zijn. En wij zullen het nu eens gaan doen. Ze. Wat hebben we ervan gemaakt? Dat moet je zelf beantwoorden. Maar uiteindelijk uh, is het onze verantwoordelijkheid. We zijn verantwoordelijk voor datgene wat wij ervaren. En niemand anders is daar verantwoordelijk voor. En dan komen we op een punt dat we dus nooit anderen kunnen. Uh, verantwoordelijk stellen voor wat ons overkomt. En dat is misschien nog wel het moeilijkste. Of een van de moeilijkste dingen in deze wereld. Niemand is schuldig. Jijzelf ook niet, maar de ander ook niet. En het zou fijn zijn mochten wij dankbaar zijn voor alles wat we aangereikt krijgen. Want het is voor ons eigen goed. Als we het juist bekijken, is het niet kwetsend. En dan kan je zeggen, dankjewel. je wel. Al was het misschien in eerste instantie een aanval, hè? of leek iemand je aan te vallen, dan kan je nog zeggen, dankjewel, je wel, want nu weet ik waar mijn probleem zit. Toch? Dan kan je er iets mee doen. Of niet. <laughs> maar het is je eigen keuze. Hè? Iedereen kiest zijn eigen leven. En dat is nu juist het mooie aan deze wereld. Als je dat echt terdege beseft. Dat het zo is en dat jij de verantwoordelijkheid neemt, want dat is belangrijk. Hè? Je moet ze zelf nemen, dan groeit je proces veel sneller. Want dan neem je de dingen die ja, misschien negatief overkomen vast en dan doe je daar iets mee. En dan zit je dat om. Je, doet, je geeft vergeving. Het is absoluut nodig om te vergeven. Ik heb er ook wel twijfels over gehad, ik geef dat eerlijk toe omdat ik zo dacht van, ik vind het nogal dualistisch. Hè. De cursus zegt, ik ben onschuldig, maar ik moet mezelf wel vergeven, want ik ben schuldig. Nee, zo zit het niet in elkaar. Wij moeten alleen vergeven dat wij dromen. Daar gaat het om. Hè. Dus wij zijn in die droom verzeild geraakt, omdat we een ander idee hadden dan God. Hè. Ik stel het me altijd zo voor, ik was in God, of ben nog steeds in God. Hè. Ik ben er nog steeds, maar ik ervaar het nu niet. Um, maar oorspronkelijk was ik in God en had ik een fantastisch leven. Hè? Echt leven. En op een moment had ik als rebel zo'n idee van... Hm, wat als ik nu eens een eigen leven zou maken? Hm? Eigen meester over mijn eigen leven. Zou dat niet leuk zijn? Een idee. Niet meer dan dat. Maar dan ben ik erin gaan geloven dat dat kon. En daar zit de sleutel. Hè? Het geloof in het feit... Dat je een eigen leven kunt hebben buiten God, is de sleutel. Als je dat niet meer doet, als je niet meer gelooft in de afscheiding, niet meer gelooft dat je dat kunt, dan kom je terug thuis. En dat ga je niet vandaag op morgen. Spijtig genoeg. Ik zou het willen. Maar het, het is te doen, absoluut. Hoe erg het ook is, hoe diep je ook zit, het is echt te doen. En geduld is daar een zeer grote sleutel in. Geduld met jezelf. Niet met anderen, maar met uzelf. Ja, ook met anderen natuurlijk, maar vooral met uzelf. Want ongeduld in uzelf maakt ongeduld buiten u. En dan komen al die mensen op je af met hun ongeduld en zeggen van hé, hey, oh, oh, ja, maar wacht even, je bent zelf ook ongeduldig. Want anders kan de mens daarbuiten ook niet ongeduldig zijn. Als dat doordringt, hè, maar echt doordringt, en dat is jaren oefenen, ik geef dat toe, dat is heel lang oefenen, dan is dat een bevrijding. Want dan zie je alles anders. En dan mag er in de wereld gebeuren wat dat wil, je gaat je dat niet meer toe-eigenen. Want uiteindelijk is. Dat ook allemaal een illusie. Hè. Je wereld wordt kleiner, want je gaat veel minder uitbreiden in de wereld. Ik kijk bijvoorbeeld nooit meer naar het nieuws. Ik lees geen kranten. Hooguit uit verveling een titel van de krant. Als ik even moet wachten op mijn gsm, een beetje de titels. Van, en dan oordeel ik daar liefst niet over, want dat is niet goed. Dus we moeten proberen niet te oordelen over wat wij lezen en wat wij zien. Maar het is gewoon amusement. Niet in de zin van uitlach, maar puur. Een bezigheid, laat ik het zo zeggen. Dus ja, uh, de enige les die ik jullie kan geven is: ga naar binnen en niet naar buiten. En als je naar buiten gaat, geniet dan van wat er is. En dan wordt het draaglijker. En iedereen, maar ook iedereen, heeft momenten in zijn leven dat het ondraaglijk wordt. Dat je het echt niet meer ziet zitten en dat zal misschien niet één keer, maar misschien tien, twintig keer gebeuren. Maar sta op. Heb de moed om verder te gaan. Ik heb ook verschillende keren aan de rand van de afgrond gestaan. Maar ik ben er nog altijd en beter dan ooit. Want dat is ook nog een aspect van het juist gericht denken. Dat je je lichaam voedt met positieve energie in plaats van negatieve. Jezelf veroordelen is negatief. Maar als je positief denkt en juist gericht denkt, dan wordt je lichaam ook beter. Gezonder. En zelfs al zou het op een bepaald moment ziek zijn, je hebt er geen last van. Want het lichaam zal verdwijnen, hè? dat is evident. Op een bepaald moment zal je lichaam sterven. Dat weten we allemaal. Maar dat maakt het niet uit. Want je voelt dat niet zo. Het is geen. Geen zwaarte niet meer, het is geen druk niet meer op jezelf. Je, je leeft met het mankement, wat het ook is, of met de ziekte, wat het ook is, in vrede. Want je weet dat het misschien een manier is om je lichaam tot het einde te brengen. Want iedereen die moet sterven, moet toch op een of andere manier sterven. He, wat maakt het uit wat de reden is? Het zal toch ooit gebeuren. En als je daar vrede mee hebt hoe het gebeurt dan wordt het ook geen last, dan is het ook niet zo pijnlijk, dan is het minder lijden, of misschien niet meer lijden, ja? Zijn hier zo vragen over tot hiertoe? Want dat mag, hè? Ik bedoel, ik hou het graag interactief, maar zo niet, dan laat ik hem maar spreken, want ik weet dus eigenlijk niet waar het naartoe gaat. <laughs> Misschien is het van toepassing. Ik zie toch sommige mensen knikken. Van, mm -hmm, herkenbaar. Toch is het herkenbaar? Oh, dat is leuk. Ah ja, natuurlijk. Waarom is het herkenbaar? Als jullie een deel van mij zijn, dan moet het herkenbaar zijn. Hè? Die mensen die hier nu zitten, jullie die hier aanwezig zijn, zijn diegenen die hier moeten zijn. Anders waren jullie hier niet. Ja, zeg maar. Een micro. De Lopende microfoon die uh, ja, ga ik even we, rondbrengen nu. Die staat om te werken. Ja. De microfoon maakt een hele weg. Ja? Um, mo hele mooie inleiding en um, dat je zo lang onderweg bent, dat vind ik heel mooi. Um, is het dan ook zo dat je uh, met die uitnodiging die je doet uh, aan de Heilige Geest, het, het toelaat, dat je dan ook het, uh, uh, het heilige moment beleeft? Want daar spreekt de cursus van. Mm -hmm. En ik ben steeds nieuwsgierig van uh, uh, hoe ziet dat eruit? En uh, <laughs> ja, kun je daar iets over vertellen? Ja, dat kan ik nu wel. <laughs> ik ben blij dat u het aanhaalt, want daar heb ik wel een verhaal over. Dat ik zelf heb meegemaakt. Uiteraard dan zou ik het niet kunnen vertellen. Maar uh, in 2017, of misschien zelfs een jaar daarvoor, uh, ben ik met mijn partner naar Dublin geweest. En ik had nog nooit in mijn leven gevlogen. En ik had altijd gezegd: never ever stap ik in een vliegtuig. Ik was gehuurd geweest met een man die helikopters. Uh, met helikoptervlog en zo. En uh, dat durf ik ook niet. Dus ik heb dat nooit gedaan. Maar het voorstel kwam van willen we eens naar Dublin gaan. En Toon kwam het idee bij mij binnen van: Oké, okay, dat is niet ver. Dat is een uurtje vliegen. Hè? Ik ga dat toch eens proberen. Dus oké, okay, zo gezegd, zo gedaan. Een week voor de reis was ik heel rustig. En ik snapte dat zelf niet, want ik ben eigenlijk iemand die heel uh, zenuwachtig is voor de reis. Ik begin al lang op voorhand in te pakken en dan neem ik mee en dan neem ik mee. En dan moet ik nog wassen en strijken. Dan leg ik dat allemaal klaar. Ik ben nogal heel, moet uh, zal ik maar zeggen organisatorisch ingesteld, maar ik deed dat niet en ik wachtte tot uh, de zondag toen we moesten vertrekken, de dag voor we moesten vertrekken en uh, mijn vrouw zegt van uh, heb jij je valies al ingepakt? Ik zeg nee, het was tien uur s'avonds, ik zei maar, ik zal dat even doen en binnen een kwartier was die valies ingepakt. Het, ik was zelf verwonderd want zo zit ik normaal niet in elkaar, maar ik voelde wel dat er iets veranderd was in mij. Wat, dat wist ik nog niet op dat moment. Dus we vertrekken en in de auto dacht ik bij mezelf, dat is wel gek. Ik heb geen angst. Ik voel absoluut geen angst om daar naartoe te gaan, om, om dat vliegtuig te nemen, om daarin te stappen. Ik denk, Maar misschien komt het nog, hè, als we op de luchthaven zijn. Daar aangekomen, we gaan inchecken. En we gaan in het vliegtuig en ik zeg, van, mag ik aan het raampje zitten? vond ik al zo gek, ik wil aan het raampje zitten. Ik wil alles zien. Ja, Zegt ze, oké, okay, maar aan het raampje, ik heb al zoveel gevlogen, no problem. Dus ik ga aan het raampje zitten en ik was maar aan het kijken en dat vliegtuig stijgt op. en Ik zei tegen haar, dat is nu net of je in de bus gaat zitten. Hè? Je stapt in de bus en de bus die rijdt. Zo voelde dat echt voor mij aan, dat was geen angst. En ik was nog steeds verwonderd, want zo kende ik mezelf niet. Um, dan de reis uh, zelf, een week uh, in Dublin geweest, van alles gaan afzien en zo. En ik voelde dat ik, uh, ik moet pro proberen dat uit te leggen, dat is heel moeilijk om een gevoel uit te leggen, hè? maar normaal kom je ergens en, en je ziet iets en dat is wauw, geweldig. En bij mij was dat, oh leuk, niet meer dan dat. En was ze iets minder leuk van, ja, zo so beet. Alles was gewoon gelijke lijn, zo echt een, een strakke lijn. Er was geen up, geen down, het was gewoon allemaal gelijk. Op een gegeven moment kwamen we dan, want we waren met onze eigen auto gegaan. Kwamen we dan ergens in een uh, regio terecht waar alleen maar, ik noem dat mos. <laughs> het is een beetje degenererend voor de maar ik noemde dat mos. Er staat geen boom, er is alleen begroeiing. Hè? En we reden zelfs door de sneeuw, omdat dat zo hoog was. En ik was aan het kijken en mijn vrouw zegt van. Allee, dat is nu toch wel fantastisch, dat beeld. Zie je nu die natuur? En ik zeg, ja, dat is geweldig. En achteraf zei ze, is dat nu al wat je daarover kunt zeggen? Ik zeg, wat meer kan ik daarover zeggen dan dat ik dat leuk vind, dat ik dat goed vind, dat ik ervan geniet. Dus de euforie was weg. Maar ook de dalen waren weg. Dus als er iets fout ging, dan ging ik ook niet mee in die put. En na een week uh, Dublin zijn we dan thuisgekomen, weer terug vliegtuig genomen. En ik heb nog een week kunnen genieten van die gelukzalige energie. En dat was een uitgerekt, zo noem je dat, een uitgerekt holy instant, hè? een heilig ogenblik. Nu, ik kan niet zeggen dat er nooit momenten waren dat ik iets minder uh, leuk vond, maar ik kan me het zelfs niet herinneren. Voor mij waren dat drie weken zaligheid. En dat is de reden geweest waarom ik mijn eerste boek heb geschreven. Maar dat was de aanleiding daartoe. En ja, dat is gewoon geluk. Dat is, dat is puur geluk. Dat is een, een ervaring die niet te vergelijken is met iets in deze wereld. Echt niet. En dat is ook hetzelfde met dankbaarheid. Want je kunt dankbaar zijn voor iets. We zeggen Oh, dank je wel. Ik ben heel dankbaar dat je mij dat geeft. Dat is niet hetzelfde. Dankbaarheid is, dat zit in je hart. Dat voel, je, dat voel je echt in je hart. Ook die rust en die vrede voel je ook in je hart. En ik liet me ook niet uh, beïnvloeden door wat mijn partner zei. Hè? Want zij genoot geweldig. Want zij is heel erg eerst uh, aangelegd, zal ik het maar zeggen. Vooral de whisky dan. Hè? Mag gezegd worden, nee Chris? Dus ik niet, want ik drink geen alcohol. Maar ik bedoel... Uh, ja... Ik, ik was eigenlijk heel gelukkig. En ik vond het wel heel spijtig, dat geef ik wel grief toe, dat het na drie weken stilaan weg eette. En dat ik dacht van, oh my god, daar komt dat ego weer aan. Hè, Met al zijn problemen. Ja, dat is zo. Dat moet je erbij nemen. Want het onderbewuste, dat uh, brengt altijd in verschillende lagen alles naar boven, naar het bewustzijn. En dat overkomt je, dat weet je niet op voorhand, je bent er niet bewust van, want anders zou het niet onbewust zijn natuurlijk. En in situaties kan dat escaleren, ja, en dat escaleert bij mij soms ook nog. Maar laat ik nu wel zeggen: het, meest, het laatste jaar ben ik heel rustig geworden. Maakt er mij allemaal zoveel niet uit. Het, je zou bijna zeggen: ik kabbel op de zee en ik geniet daarvan. Is dat een antwoord op uw vraag? Mag ik heel kritisch zijn? Ja, zeker. <laughs> zeer kritisch. Um, ik, um, ik luister met vol belangstelling. En ik denk dat dit een staat van zijn is, die, inderdaad, uh, die ik zelf heel herken, wat u mij uh, of wat u ja. vertelt. En um, uh, dat vind ik ook het mooie van, uh, van, uh, van, van de keuzes: dat je ja. je op een gegeven moment bijna onkwetsbaar voelt. En, Absoluut. Uh, nou ja, onstopbaar, onbezorgd. Uh, ja, angstloos. Angstloos, hè? het is echt, echt, echt uh, ook... Uh, mm -hmm. ja, af en toe heb je inderdaad zo'n dipje... als je dan eens een keer het nieuws van Oekraïne leest en dat soort dingen. Maar op een gegeven moment lukt dat zelfs ook nog uh, om dat te plaatsen. Maar uh, dus die staat van zijn, die, ja, die gun je echt iedereen. Nou, Daarom ben ik ook wel enthousiast over de cursus. Maar ik dacht dat dat, dat heilige ogenblik... Wordt als, omdat het woord ogenblik erin zit... Mm -hmm. dacht ik van, hé, hey, is dat dan de, 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 de brandende braamstruik... of is dat uh, een, een licht wat uh, in één keer uh, vanuit het niets... Of een stem. Nou, lees de Bijbel erop na. Er zijn zoveel momenten, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Dus uh, dat vroeg ik me af. Ik kan het heilig ogenblik alleen beschrijven als een ogenblik. wanneer je volke, volkomen in vrede bent met jezelf. En je kan die ogenblikken echt wel rijgen tot verschillende ogenblikken. En het is de bedoeling ook dat we in dit leven. veel ogenblikken naast elkaar krijgen. dat we op den duur altijd in vrede zijn met onszelf. Maar het is niet. Um... Als je vraagt hoe het voelt om een heilig ogenblik te hebben, het is niets buiten mij. Het is niet uh, ik sta in het licht of zo, of je uh, voelt een vibratie. Helemaal niet. Het is eigenlijk juist zo gewoon. Maar dat is ook logisch. Hè? Als wij liefde zijn en dat zit in ons, dan komt die naar boven, dan ben je dat gewoon. Dat is niets vreemd. Liefde is niet vreemd voor ons. Het is juist Angst en, en schuld en zonde. Die zijn eigenlijk vreemd voor ons, want dat is niet waar we zijn. Toch? Dus een heilig ogenblik verwacht daar niet iets spectaculair van, want dat is het niet. <laughs> Spijtig. Maar het is wel als je erin zit, dan weet je dat. Je weet dat echt. Want dit is niet zoals ik anders ben. Dus je voelt het verschil en je beleeft dat ook intens. Dat is wel waar, maar het is niet iets dat tot je komt. Het komt wel naar boven omdat het in je zit. Dat is iets helemaal anders. Het, je zou het kunnen vergelijken met een helder moment van zijn, om nu maar iets te noemen. Hè? Maar ik weet ook niet hoe jullie dat gaan voelen, hè? want ik kan alleen maar zeggen wat ik voel. En vermits wij allemaal onze eigen gevoelens hebben en allemaal onze andere manier van voelen hebben en, en, en andere ideeën hebben, zal dat misschien nooit hetzelfde zijn. Maar ik denk dat een heilig ogenblik voor iedereen een moment van innerlijke vrede is. Geen angst, geen schuld, geen vragen. Je hebt ook geen vragen. Wat zou je kunnen vragen? Het is wat het is. Net zoals in het boek staat, God is. Jij bent op dat moment. Punt? Zou Elsties zeggen? Punt? Ja, het is punt. Dat is het. Kan je daar iets mee? Dank ja, wel. Ik zou zeggen, ga ervoor. Maar je kunt, het niet, je kunt het niet programmeren. Je kan het ook niet installeren. Het komt of het komt niet. Nou, zoals ik het begrijp, is uh, precies wat u zegt. Maar dan dat als je beseft dat je niet die, die vrede, die vreugde en die vrijheid voelt, dat je dan uh, dat, dat je daarvan bewust wordt. Dat je jezelf vergeeft dat je het uh, ja. niet, niet voelt. En dan even toch weer in die mindset komt om te kijken: van oké, okay, oh, ik was het even vergeten en mm. uh, um, ik. Uh, ik Vraag meer die aandacht om weer in dat moment uh, te komen. Ja. En ja, dat, dat, dat is wel heel werkbaar. Dat durf ik zelf al uit ervaring ook te zeggen. Dat ik kan is, uh, altijd de... leiding vragen om het heilig ogenblik te kunnen ervaren. Absoluut. Maar je kan het niet programmeren. Hè? Nee. Je kan niet zeggen: nu ga ik eens een heilig ogenblik installeren. Was dat maar waar, <laughs> dan zouden we hier allemaal niet meer zijn, denk ik. <laughs> ja, dat is het. Dus laten toekomen. Dat is ook vooral hè? loslaten. Laat de wereld los. Laat je gedachten over de wereld los. Dat is zo belangrijk. En moeilijk. Dat is moeilijk. Want als je de wereld nu bekijkt, hè, het is wel ver af, maar... Nou, Poetin is ook een zoon van God, hè? Het is gewoon zo. Die mens denkt gewoon anders dan ik. Dat is alles wat er is. En hij zal ervaren wat hij denkt. En wij ervaren wat wij denken. Dus als ik daar niet mee bezig ben... Met die oorlog, want die oorlog is een weerspiegeling van de oorlog in mezelf. Als ik daarmee bezig ben, dan moet het wel zijn dat ik nog oorlog heb in mezelf. Want anders ben ik daar niet mee bezig met die oorlog. Want dan doet het mij ook niets meer. En dat is wat die les ook zegt. Hè? Als wat ik buiten me zie niets betekent, dan moet ik daar ook geen energie in steken. Waar je energie in steekt, groeit. Dus als je energie steekt in iets buiten u dat een illusie is, dan groeit de illusie. En natuurlijk hebben wij mededogen voor al die mensen die lijden. Uiteraard. Je moet het ook niet negeren, want dat is ook niet de bedoeling. Hè? Dat je de wereld gewoon zegt van boah, het is ver van mijn bed en ik negeer het en het bestaat niet. Voor mij bestaat het niet. Je kunt dat ook op een manier zeggen van het interesseert me niet. Maar dat is het niet. Hè? Je moet echt beseffen. Dat het een verzinsel is van uw denkgeest die gekozen heeft om af te scheiden. Dat is de reden waarom dat allemaal gebeurt voor u. En iedereen zal een ander beeld hebben van de wereld. Er is geen wereld voor iedereen dezelfde. Dat bestaat gewoonweg niet. Want iedereen van jullie, allemaal, hebben eigen ideeën. Over de wereld, over uzelf, over anderen. En die zijn niet compatibel. Want anders hadden we ook geen aanvallen. He, want de ene denkt is niet wat de andere denkt. En daarom vallen we aan natuurlijk. Want we willen dat iedereen denkt zoals wij. Het zou veel gemakkelijker zijn. He. Dan moet ik ook niet meer communiceren. Als iedereen denkt zoals ik, dat is toch geweldig? en heb ik geen aanval. Maar dat werkt zo niet. Al zijn jullie weerspiegelingen van mij of projecties van mij, dat wil niet zeggen dat jullie niet eigen gedachten hebben. He. Uiteraard hebben jullie allemaal eigen gedachten. Maar daar moet ik van los blijven natuurlijk, want dat is niet, die zijn niet voor mij bestemd. Maar wat ik bij jullie gedachten die je uitvoel, dat is wel van mij. Dus mijn gevoelens zijn van mij. En zijn niet van iemand anders. En die kan ik niet delen. Dat is nog zoiets. Hè? Dat is een jammer. Je weet toch dat ik me zo voel. Hè? En waarom doe je dat nu weer? Je weet toch dat ik dat niet tegen kan? Nee, de ander weet niks. Want het is iemand anders die anders denkt. En de ene vindt het misschien iets leuk en de ander vindt het iets heel vervelend. Het gaat over hetzelfde onderwerp bijvoorbeeld. Dat kan. En je kunt niet dwingen om mensen hetzelfde te laten denken als jij. Wat mij ook zo opvalt in de loop der jaren, hè, dat is dat uh, ik heel duidelijk zie dat mijn weer spiegelingen die dicht bij mij staan. Dat dat echt weerspiegelingen zijn die identiek zijn, zoals mij, in die zin dat de emotie dezelfde is. Hè? Schuldgevoel bijvoorbeeld, we hebben allemaal schuldgevoel, maar dat de uitwerking van dat schuldgevoel totaal kan verschillen. Waardoor je het zelfs niet herkent. Maar als je dat dan vertelt aan elkaar, van kijk, uw schuldgevoel is dat en dat is mijn schuldgevoel, maar een andere vorm dan kunnen we elkaar ontmoeten, hè? want het blijft een schuldgevoel. Zie je? Er zijn zoveel vormen. Er is een boekje van Wapnik, hè, uh, Vorm versus Inhoud. Dat is ook een geweldig boekje. Dus inderdaad, de vorm doet er niet toe. De vorm van ons lichaam, de vorm van, van ons huis, de vorm van de wereld die wij zien, dat doet er niet toe. Maar de inhoud, dat is wel heel belangrijk. Wat ik ook uh, de laatste jaren heel erg doe, dagelijks, dat is mijn wereld heel klein maken. Want als je heel erg buiten in die wereld zit, ver in die wereld zit, dan wordt het moeilijker om de dingen te zien zoals je ze moet zien. Als lessen voor jezelf, dan bedoel ik. En als je maar, zoals ik cursus ook zegt, als je in een kamer zit... Wat ik, mijn wereld is nu dit, hè. En ik weet dat ik ergens kinderen en kleinkinderen heb, maar die zijn hier niet. Dus is dat nu mijn wereld niet? Als je dan met deze wereld werkt, met wat er hier aanwezig is, wat ik kan zien, want dat zie ik ook niet. Ik weet dat het scherm staat, maar het is niet in mijn wereld. Op dit ogenblik zijn de bloemen die daar staan ook niet in mijn wereld, want die kijken naar daar, dus ik kan het niet zien. Snap je? Dat is de wereld. En wat daar gebeurt, is voor u. Wat daar gebeurt, is nu voor u en daar weer niet. Het is maar wat je wil zien. En daar kan je wel wat mee, denk ik. Je hebt maar één projectie nodig om jezelf te leren kennen, in principe. En dat kan even goed iemand aan de kassa in de winkel zijn die een slechte dag heeft, een beetje nors is, en dan is hij van, oh, zeg, die had een slechte dag. Had jij een slechte dag? Goeie vraag. Was jij misschien niet in evenwicht? Had je geen liefde voor jezelf? Goeie vraag. Dan wordt het simpeler. Echt waar, dan wordt het eenvoudiger. Want wat je dan leert uit die interactie met anderen, en je past dan de vergeving toe, en je komt dan in rust, dan breid je die ook uit. Uiteraard. We doen niks anders dan uitbreiden. Maar wat willen we uitbreiden? Willen we vrede uitbreiden? Willen we liefde uitbreiden? Of willen we aanval uitbreiden? Dat is een keuze die de keuze maken de denkgeest elke seconde maakt. Toch? Wie is daar niet mee akkoord? Is er iemand niet mee akkoord? Oh, ik zou dat wel geweldig vinden. Allemaal akkoord. Ja, ik kan ook niet anders, want ik ben akkoord. Toch? Voilà, u begrijpt mij. Ik zie het al heel de tijd. <laughs> Die is mee. Die is mee, ja. Ja, maar het is ook zo, hè. Ik bedoel, ik zit hier wel. Mijn lichaam is hier, hè? schijnbaar, denk ik toch. Dat is waarschijnlijk wel zichtbaar. <laughs> maar ik denk nu niet na. Want als ik zou beginnen nadenken van wat moet ik nu vertellen, dan ben ik in mijn ego en dan weet ik niks. Dan kan ik beter daar op die stoel gaan zitten en luisteren. Toch? Dus ik heb mezelf geoefend in één ding: mijn gedachten loslaten en die van de Heilige Geest door te laten komen. Dat doe ik nu al heel lang hoor, want het is ook niet van gisteren, eerlijk gezegd. Maar ik heb jaren uh, reiki-therapeut geweest, ik heb heel veel mensen healing gegeven. En tijdens die healing stond ik ook helemaal open voor de Heilige Geest. En dan kon er ook zoveel doorkomen waarvan ik absoluut niks wist, maar die mensen op die tafel wel. En dat die zeiden van, hoe kan jij dat weten? Ik zei, ik ben geen helderziende, maar ik zie helder. Dat is totaal iets anders, hè? Toch? Ik ben geen helderziende, maar ik zie helder. En doordat je daarmee oefent, kan je de dingen op voorhand al zien gebeuren. Als je met mensen praat, dan voel je al dadelijk waar maar zeggen, de angel zit hè, van het probleem. En dat heb ik ontwikkeld. En dat is waarschijnlijk een gave die voor mij in dit leven heel belangrijk is. Maar iedereen heeft die gave. Mensen zeiden dikwijls: van: oh, ik wou wat ik dat ook kon. Dan zei ik: oefenen. Want je kan dat, dat zit in jou. Het Heilige Geest zit even goed in jou als in mij. Dat is geen andere, hè? dat is dezelfde. Maar je moet het toelaten. Nu, ik ben niet een meditatief iemand in die zin... Um, ik heb nooit... Ik heb altijd lak gehad aan meditaties. <laughs> Eerlijk waar. Ik kon daar niet mee om, dat was niks voor mij. Maar ik ben wel dikwijls in stilte in mezelf. Dat is wel waar. Dus het hoeft niet met een... Een, een meditatieoefening te zijn. Wat dat kan, hè? iedereen mag dat doen. Als je dat voelt dat je dat moet doen, moet je dat, dat zeker doen. Maar ik zelf heb dat nooit gedaan. Want dan ga ik mij dingen inbeelden. En ik heb nogal een geest die veel kan verbeelden. Ten koste van mezelf natuurlijk, want hoe meer ik verbeeld, hoe meer ik krijg. vind ik niet altijd even leuk. Maar uh, de verbeelding is eigenlijk nog eens een extra. Uh, zal ik maar zeggen, push naar dat ego toe. Hè? Want het ego zorgt ervoor dat we zoveel verbeeldingen krijgen van bepaalde zaken, waardoor we gewoon het bos de bomen niet meer zien. Dan wordt het zo ingewikkeld. Dus inbeelden in meditaties is voor mij taboe. Dan ga ik daarmee in. Als je dan kunt losblijven, is dat perfect. Hè? Maar als je erin gaat, dan moet je er ook terug uit. Want het is maar een beeld en het is maar een inbeelding, ja. Nou, even drinken. Zeg Rijne, mag ik van achter deze tafel even wat? Uh, ja, tuurlijk. Ja, vragen dan? <laughs> even kijken hoe dat hier gaat, hè? Als ik nou mezelf daar uh, is naast met uh, uh, mijn voorstel bij mij jagen soms de gedachten maar door mijn kop, ja. laat ik het zo maar zeggen. Ja. En dat merk je. Ja, het mooiste is als je s'nachts als je, als je niet goed kan slapen. Ja. Oh, dat is Heel verschrikkelijk. Kindlaar. Ik heb soms het idee dat dat van buiten komt. Dat gaat maar door. Dat zijn allemaal mijn gedachten niet. Maar, uh, is wat jij nou wilt zeggen? Dat je dat. Ik zeg nou. Mijn kinderen mijn Kleinkinderen zijn hier niet. Mm -hmm. Dat scherm zie ik niet. Bloemen zie ik niet. Je mm -hmm. denkt er niet aan. Maar als je er wel aan denkt. Dan wordt het wel. Hoe, hoe, hoe doe je dat nou? Wel. Hoe, hoe doe ik wat dan? Dat denken stopzetten, bedoel je? Ja, eigenlijk wel, ja. Ah, ja, dat is een oefening natuurlijk. <laughs> hè, dat doe je niet van 1, 2, 3 en het nee. is klaar. Nee. nee, eigenlijk heb ik daar een trucje voor. Ja, Dat is waar. Dat heb ik van mijn mentor geleerd, Jim Hill. En die zei altijd: Als je niet kan slapen en je gedachten gaan maar door, dan probeer je met één zin in slaap te vallen. En je herhaalt die telkens weer: Ik ben in vrede met God. Of ik rust in de vrede van God. Je kunt dat veranderen, zoveel je wil, hè, maar ik rust in de vrede van God. En je herhaalt dat, blijft dat herhalen. En je zult zien, je ego komt daartussen. Hè? Echt waar, hè? want dat begint dan nog aan iets te denken. Nee, stop. Je moet altijd stop zeggen tegen het ego. <laughs> ik zeg altijd stop. En dan begin ik terug. Ik rust in de vrede van God. En ik herhaal dat. En dan slaap ik heel vredig. Allee, dat denk ik dan. Ik weet niet wat mijn partner daarvan vindt, want ik heb van de nacht schijnbaar heel erg geroepen. Ik weet van niks. Ik was er niet bij. Dus het kan natuurlijk in uw slaap, hè? in uw dromen dat dat kan. Maar uh, dat, is, dat is volgens mij het meest rustgevende. Hij zei zelfs tegen mij, het woord God uitspreken is al voldoende. En dat is natuurlijk ook wel waar. Maar dat vond ik een beetje saai. <laughs> Dus heb ik maar een zin gemaakt. Ik rust in de vrede van God. Ja, wie ben, het is zo. Kan ik dat ook doen als ik zo naar huis rijd straks? Ja. Eind van de middag. Dan ja. moeten we wel blijven kijken, natuurlijk. Mijn ja. Ja. geest of, of o, God. Ik rust dan, in de we vrede we van ja. God. Ja. Niks anders dan dat. Ja. Blijven herhalen. Ja. Wie ben, zei als laatste van als ik naar huis toe rijd, dan ja. kan ik ook zeggen, ik rust in de vrede van God. Ja. En als variant erop dacht ik van. Je kunt dan ook zeggen: Ik kijk in de vrede van God. Als je dat zegt, dan stel je jezelf buiten God dan. Niet? Ik kijk naar. Dat is buiten. Ik kijk met. Met. Ah, met. Dat is iets anders, hè? Ik kijk met de vrede van God. Tuurlijk, dat kan ja. zeker. En ik, ik denk dat je ja? bedoelt met: Ik rust in God, dat je ook eigenlijk ja? rust met God. Met. Ja, ja. Uiteraard. Ik had nog een andere vraag. Dat is van uh, je, legt het op, je kunt het op een gegeven moment kun je je vraag bij de Heilige Geest neerleggen. Ja. En dan hoor ik wel eens van op het altaar of nou iets in die ja. geest. Maar heb je daar ook een, een, een soort formule voor om dat te doen? <laughs> ja. <laughs> mijn eigen formule. Ja. <clears throat> ik heb maar één formule. Ik uh, praat met de Heilige Geest alsof het mijn vriend is. Oké. Okay. Heel simpel. Dan zeg ik van, ik ga daar zitten en jij praat. Dus het is niet meer op afstand? Nee. Heilige Geest is voor mij. mij zo ver weg. Zo, nee, die zit zo, in zo. mij. Maar nee, die moet in mij zitten. Hij ligt ja? naast je in bed, bij wijze van spreken. Uh, in mij in bed. Ja, okay. <laughs> <laughs> niet naast mij. Ja, ook wel. <laughs> Dankjewel. Want daar zit de Heilige Geest ook in. Ja, uiteraard. Hè? Nu, uh, ik heb uh, altijd wel een hele uh, erge affiniteit gehad, uh, een heel liefdevolle uh, relatie met Jezus. Als klein kind al. Ik uh, ben daarmee geboren, denk ik, want dat was mijn maatje, mijn vriendje. En ik had dan zo'n Jezusbeeldje met een open hart, weet je wel, op een nachtkastje staan. Daar stond altijd een kaarsje en een bloemetje bij. Ik spreek dan van als ik misschien vijf, zes, zeven jaar was of zo. En, uh, maar ik heb het wel heel moeilijk, een moeilijke jeugd gehad in die zin. Dat ik het mij heb aangetrokken, natuurlijk. Hè. Ik heb het mezelf heel moeilijk gemaakt in dit leven. Maar dat was mijn steun en toeverlaat. En daar praat ik ook mee. Want of dat dan nu de Heilige Geest of Jezus is, dat maakt helemaal niet uit. Hè. Ik spreek ook dikwijls uh, mijn wakkere zelf. Ik bedoel, je hebt een slapende zelf en een wakkere zelf. Dus het maakt daar gelang hoe ik gestemd ben, <laughs> spreek ik dat aan. Maar ik heb daar een relatie mee. Echt wel. De meest hechte relatie. Absoluut. Alle dagen. En ik praat in mijn gedachten daarmee. Maar ik weet, uh, ik zie bijvoorbeeld uh, een vergelijking uh, van de Heilige Geest tegenover ons. Uh, dat zie ik dan als een, een moeder die een kind te bed legt. Hè, en dat kind dat gaat slapen, en dat wordt midden in de nacht wakker. Van een nachtmerrie, of het heeft een nachtmerrie. Misschien niet wakker, maar het heeft een nachtmerrie. En de moeder gaat naar dat kind. En je kunt dat kind niet zomaar wakker maken, want dan, dat is een shock. Hè? Dus je gaat heel rustig daarnaast zitten. En je houdt dat vast. En je zegt heel zacht: dus, Shh, Het is maar een droom. Je herhaalt dat. Het is maar een droom. Dat is mijn beeld van de Heilige Geest als ik dan in mijn droom echt zit en ik ben in mijn ego bezig, dan zeg ik, shh, het is maar een droom, het is niet echt. Zo verbeeld ik mij dat. Iedereen kan daar zijn eigen beeld van vormen. Maar voor mij is dat het meest werkende. Of soms ben ik ook wel kwaad. Het is lang geleden, hoor, maar ben ik wel eens kwaad geweest op Jezus? Dat ik zei van, verdorie, ik wou van de morgen niet wakker, niet wakker, worden. Ik wou er niet meer zijn. En ik ben er nog. Dan was ik zo'n puber. En dan was ik heel kwaad, want ik wilde er al lang niet meer zijn. Ik heb ook jaren zelfmoordgedachten gehad. Gedachten. Ik heb het nooit gedaan. Maar ik wilde er helemaal niet zijn. Ik ben ook zo geboren, blijkbaar. Op het nippertje erdoor gesluist. Ik ben toch normaal, denk ik. <laughs> ik weet het niet. <laughs> maar uh, het was kantjeboordje, ook voor mijn moeder. Maar uh, ik wilde hier niet zijn, maar ik weet nu waarom omdat uh, de taak die voor mij lag eigenlijk, uh, niet alleen de taak, en dan bedoel ik dit, hè, een lezing geven of een, een vc2 leiden of, of lesgeven in, in een cursus in Wonderen, maar uh, de taak was eigenlijk uh, de liefde voor mezelf terugvinden. En dat vond ik ontzettend moeilijk. En ik zeg niet dat ik dat altijd heb, maar wel meer en meer. En dat is een heel warm gevoel. Absoluut. Heel fijn gevoel. Soms heb ik het wel, uh, wel eens moeilijk met uh, interactie met anderen. En dan vooral, sorry Chris, met Chris? <laughs> ja, ik geef dat eerlijk toe. Ik bedoel, alleen ik moet er niet gaan liegen. Hè? Dus ik ben altijd heel eerlijk en open. Maar uh, als er dan zoal eens woorden vallen, dan vind ik het wel heel moeilijk om daar de liefde in mezelf te vinden. Want ik ga niet naar, allez, ik voel niet. Zij is niet schuldig in mijn ogen, maar ik ben zelf schuldig, of ik heb zelf een schuldgevoel, laat ik het zo zeggen. En dat maakt dat ik dan die liefde niet kan voelen. Hè? Maar logisch is, want de twee kunnen niet samen zijn. Maar dat is het spel dat wij spelen. Wij spelen het spel, mensen, erger je niet. Dag, dagelijks. Ook echt. <laughs> Af en toe. Maar je leert er ontzettend veel van. En je partner is nooit verantwoordelijk voor wat je meemaakt. Of voor, voor welke miseren dat je draagt. Of welke gedachten dat je hebt. Nooit. Of te nimmer. Er is geen liefdevoller mens in mijn leven dan Chris. En ik geef dat eerlijk toe. Uit blij publiek. Ik heb het misschien nog nooit tegen haar gezegd. Maar het is wel zo. Zij is dé ideale partner voor mij. Dat weet ik. En dat is bij iedereen zo. Als we het maar zo kunnen zien natuurlijk, hè. Onze partners zijn de ideale partners, nu, voor ons, op dit moment. Verder dan vandaag, denk ik niet. Ja? Mag ik vragen wat, wat jij onder liefde verstaat? Onder liefde? Uh, ja, ik kan het eigenlijk alleen maar zo verwoorden. Liefde is een warm deken rondom mij. Dat is koesterend, dat is rustig, dat is gelukkig. Ook vergevingen? Dat, die heb ik dan al gedaan, anders kan ik de liefde niet ervaren. Hè? Hè, dus ik moet al mezelf vergeven hebben dat ik mij schuldig voel, bijvoorbeeld. Voor ik de liefde kan ervaren. Maar ik ben er nog lang niet hoor. Echt niet. Dat weet ik heel zeker. <laughs> maar ja, wie wel? Wie is er al? Dan mag je hier komen zitten. Wie is er al? Oh, ik zou dat wel leuk vinden om zo iemand te ontmoeten. Die er al helemaal is, dan zou ik de vraag stellen. Wiebe, ja. Hoe voelt dat? Dat ja, toch? Dat zijn dan de heilige ogenblikken. Dat je echt zegt van wauw, kon dit maar blijven. Maar dan komt het weer terug. Hè. Maar voel je daar ook niet slecht in, want het is het leven. Het is, het is wat we allemaal meemaken. Er, er is geen mens ter wereld die dat niet meemaakt. Al zeggen ze dikwijls van hè, de goeroes en... Pff, dat is allemaal illusie. Je bent je eigen goeroe. En je hoeft niet naar buiten naar een goeroe te gaan om je goed te voelen. Toch? Het enige wat ik, wat, wat ik hier kom doen, is jullie misschien een klein beetje wakker schudden, denk ik dan, van wat er al lang is, wat je vergeten bent. En dan is je zegt van, ach ja... Dat is waar. Meer dan dat is het niet, hè? want ik kan ook niks doen voor jullie. Hè? Ik kan niks overnemen, ik kan ook niks genezen. Ik kan alleen maar woorden spreken die jullie kunnen aanspreken en waar je iets mee kan doen. Toch? Nu, uh, wat die eerste werkboekles betreft, wil ik toch wel even... Uh, daar verder op ingaan, want tenslotte is dat de titel van deze lezing. Ik moet ook wel even aandacht aan geven. Niet? Uh, in de loop der jaren uh, is die les voor mij heel belangrijk gewonde, geworden, omdat ik moest leren inzien uh, waarom die betekenisloos zou zijn. En want je leest dat wel en je doet die oefening, want dat betekent niets, maar wat zegt dat nu? Ja, meestal zijn dat dingen waar we wel aangehecht zijn, maar ja, als het kapot is, is het kapot, weten we wel. Als je uw lievelingstas breekt, ja, zo wat, er komt wel een ander op het pad, misschien een mooiere, misschien niet. Dat laten we dan in het midden. Maar dat is niet belangrijk. Um, de betekenisloze wereld is een wereld, uh, waar, is een wereld waarvan we begrijpen dat het een illusie is en dat we met die wereld zelf en met alles wat daarin is, niets kunnen doen. We mogen daar niet afhankelijk van worden. Niet afhankelijk van onderwerpen, niet van, van dingen, niet van mensen. Ik heb zelf de les geleerd met mijn kinderen en kleinkinderen, kleinkinderen iets minder, want dat was al goed. Maar met de kinderen. Uh, die nu al lang volwassen zijn, natuurlijk. Maar in hun tienerjaren hebben wij een heel moeilijke periode meegemaakt. En ben ik er dan alleen mee komen te staan als pubers. En um, ze hebben mij heel veel lessen geleerd, maar ik wou die niet zien. Ik dacht, ik ben, ik ben een moeder en ik doe het goed. Hè? Ik dacht, ik doe dat goed. Allee, ik doe toch mijn best. Hè? Ik kan niet meer doen dan mijn best. Maar best was nooit goed genoeg. <laughs> Ook een keer kind. Dus ja, dan krijg je zoiets op je bord als, uh, ja mama, maar uh, jij bent een therapeut, je bent niet mijn moeder. Oeps, dat had ik eigenlijk niet zo ingeschat. En dan was het eigenlijk wel waar, ik wist het altijd beter. Hè? En uh, daar heb ik jaren op geoefend om uh, mijn kinderen los te laten. Dat is het allerbelangrijkste geweest, in liefde. Ik heb ook heel grote stappen moeten zetten in de zin van, ik was een zorgende moeder, dat dacht ik toch. Hè. Ik zorgde altijd voor hen, ik was altijd voor hen in de weer. Ik uh, keek niet naar mezelf, ik sloot mij volledig af. Ik deed dat ook in mijn therapie, dus ik werkte dag en nacht bij meneer Van Spreken. Uh, als ze vroegen, kun je zaterdagavond ook nog een sessie doen? Ja, 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 tuurlijk wel. Ik was alleen, dus ik had naar niemand te kijken, dus ik deed dat wel. Maar achteraf kreeg ik daar dan natuurlijk de weerslag van. Want dan was ik moe en dan moest ik misschien zaterdag al terug vroeg opstaan voor iets. Dan dacht van, goh, volgende keer doe ik dat niet meer. Maar als hij dat dan terugvraagt, dan zeg je, ja, ja, tuurlijk wel. Verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent verantwoordelijk voor iets of voor iemand. En dat had ik wel heel erg. Dus op een bepaald moment uh, ben ik dan gaan kiezen voor mezelf. En dat begon al met, uh, ik was zo de oma waar de kleinkinderen altijd terecht konden. En uh, het is nieuwjaar mama, of het is uh, oudjaar en we gaan een feestje bouwen, maar ja, de kleine kan natuurlijk niet thuis blijven, hè? kan ze niet bij jou komen, want je bent toch maar alleen. <laughs> ja, dan zeg je toch niet nee tegen je kleinkind, je ziet dat doodgraag, dan zeg je ja, maar eigenlijk denk je van, maar ze profiteren van mij. Want ik ben er alleen maar als ze weg moeten, als ze feestje hebben. Dan mag ik die kinderen dan bijhouden. Maar voor de rest, door de week in het jaar, zag ik ze bijna nooit. Dus ik heb hem dat moeten zeggen. Van oké, okay, ik wil die kleinkinderen zeker nog bijhouden, met heel veel plezier zelfs. Maar ik wil ze ook graag zien. Buiten het feit dat je ze moet wegdoen. He, dat je gewoon op bezoek komt bij mij. Van, kijk, we komen eens een bij jou. Maakt niet uit. En dat hebben ze wel begrepen, want dan, dan begon het op natuurlijk. Hè? Dan vroegen ze het niet meer. Dan zei ik ze nog minder. Maar dat, dat aspect, ik heb dat echt helemaal uitgepluist voor mezelf. Van, hoe zit dat nu in elkaar? Hoe voel ik me daar nu bij? Dus dan voelde ik mij weer afgewezen. Mijn gevoel natuurlijk. Ze wezen mij niet af, maar ik voelde dat. Dus moesten zij dat ook projecteren. En ik ben dan beginnen oefenen met mijn vergeving uiteraard. Ik heb miljarden vergevingen gedaan in mijn leven nog steeds, dus ik doe niks anders bij manier van spreken en dat heeft geleid tot een waanzinnig, liefdevolle relatie met kinderen en kleinkinderen, maar echt waar, en dat voel je ook en die hoeven niet meer te komen die mogen komen wanneer zij dat willen en als dat dikwijls is, zoveel te beter is dat niet dikwijls, dan maakt dat ook echt niet uit ze zijn in mijn hart dus ze kunnen nooit weg dat is het verschil als je ze als buiten u ziet, uw kinderen, en zij moeten u iets geven, respect, aandacht bijvoorbeeld, dan ga je dat niet krijgen als je geen aandacht en respect hebt voor jezelf. Hè. Dat is de grote les. En ik had geen respect voor mezelf, en weinig aandacht voor mezelf, en zeker geen liefde voor mezelf. Het is een wonder dat ik het nu nog kan ervaren. Denk ik dan. Hoe diep ik heb gezeten van een cool, afstandelijk iemand te zijn. Ik was echt cool en afstandelijk, maar ik dacht dat ik liefdevol was. Want ik deed toch zoveel voor iedereen. Maar als puntje bij paaltje kwam en ik had ze nodig, dan was er niemand niet. Dat is de techniek van het ego. Hè? Ze geven, het geven en het geven. En uiteindelijk denk je van ja, als ik ooit eens in een moment kom dat ik iemand nodig heb, dan zullen ze er voor mij wel zijn. Nee dus. Het is er alleen maar als je onvoorwaardelijk liefde met hen deelt en met jezelf, dan krijg je dat terug. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf versteld van, van hoe mijn relatie met mijn kinderen is verbeterd. Het is gewoon geweldig leuk. Heel leuk. Ik zie ze graag, waar ze ook zijn, of ze nu dicht bij mij zijn of ver van mij. En ik weet dat ze mij doodgraag zien. Momenteel zit er eentje op Ibiza, die is niet aan het kijken, want die heeft daar geen verbinding. Uh, maar die had er graag bij geweest. Maar ze heeft, en dat vind ik ook wel fantastisch. Ze heeft gekozen om vakantie te nemen. En dat was voor haar nu heel belangrijk. Want ze was er echt aan toe. En als ze dat niet had gedaan en naar hier gekomen, bijvoorbeeld om mij te steunen of wat dan ook, dan had ze die vakantie niet gehad. Ze moet voor zichzelf zorgen. En wat maakt het mij nu uit of ze hier nu zijn of niet? Het wordt toch opgenomen, denk ik, wie? Maar wordt het opgenomen? Ja, voor jou misschien. Jeetje! Ja. Dan kan iedereen dat zien. Oh my god. Kunnen we terug beginnen? Ja. Nee. Grapje. Nee, maar uiteindelijk kunnen ze het dan achteraf toch nog zien op de website. Hè? Het is niet ja. verloren. Mag ik uh, nog eens uh, even terugkomen op ja. die. Uh... Uh, op die, op die uh, eerste les zei je, geloof ik. Ja, de eerste les. Niets, niets ja. wat ik hier zie betekent iets. Ja. Kijk, dat kan ik me allemaal voorstellen. Van, ik ben gek op techniek, daarom zit ik hier ook oh, natuurlijk. Ik ja. zie hier een mooie <laughs> mengtafel en ontvangers, ja. hartstikke goed. Het gaat allemaal over materie en ja. die stoel. En ik kan goed uh, dat het in wezen natuurlijk niets, niets betekent. Uh, maar je had het ook over de projectie van uh, mensen die om me heen zijn, die projecteer ik. En het gaat niet alleen over mensen, en over dieren, denk ik. Ja, ook. En we ja. uh, zeggen, dieren. Uh, ik praat even niet over mensen, dat is veel te moeilijk. <laughs> oh, dan ga je uit de weg dan. Oh, foei, wiewe. <laughs> dieren ja, ja. en ja. planten, vooral buiten, en bomen en zo, dat, dat kan mij een. Uh, ja, dankbaarheid is het goede woord. Ik, uh, liefde in mij uh, losmaken. Ja. En, en, en dankbaarheid, dat is natuurlijk van een ganz andere kwaliteit dan, uh, dan die techniek hier. Waar ik zo verzot ben. En dan denk ik aan een andere les. En dan ga ik jou even een moeilijke vraag stellen. Die niet veel verder is een les. Maar die, die, die heb, je niet, uh, heb je niet aangevoerd hoor. Nee. Maar er is een les, er staat God is aanwezig in alles ja, dat is waar. wat ik zie. Ja, dat Kun is je waar. dat verband nou eens even ja, uitleggen? Het is dus heel duidelijk, ja? als ik de zoon van God ben en God is in mij en ik ben in God, ja, en ik droom deze wereld, dan jij is God droomt. in de wereld. Maar hij heeft hem niet geschapen. Hè? Ja, jij droomt dat. Maar, uh, ik droom en door het feit dat niet. ik in die droom... Ja. Dat stopt toch niet bij die droom? God kan niet stoppen bij die droom. Onmogelijk. Want een droom is een illusie. Het is iets in mijn hoofd. Dus ik ben er nog wel. Dus God is in mij. Dus ik neem hem mee. Overal. In alles. In planten. Alles wat ik zie. God is in alles wat ik zie. Niet in, niet in die techniek hier, denk ik. Ja, toch wel? Toch ook. Hoe, hoe leuk ja, ik het ook maakt vind. Maakt niet uit, want jij bedenkt die techniek. Ja, ik, ik bedenk het. Ja, 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 ja. ja, je bedenkt alles. En alles wat je bedenkt, daar zit God in. Ja. Je kunt hem nergens uithalen. Zelfs in de ruimte tussen mensen zit God ook, hè? Ja. Maar dat is ja, één natuurlijk. geheel. Het ego noem ik altijd een bubbel. Als we nu over corona de ja, 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 De ego-bubbel. Dus mijn hoofd heeft een bubbel gemaakt met heel mijn leven daarin, levens daarin. En wat, het is holistisch. Hè? Het gebeurt allemaal gelijktijdig. Hè? We zijn bij het idee van afscheiding in miljarden stukjes gefragmenteerd en die, <laughs> die zweven daar overal rond en die worden allemaal tegelijk bewust. Hè? Als ik nu in de middeleeuwen zit, dan wordt dat daar ook bewust. Ik bedoel, alles wordt bewust. Het is daarom dat uh, in het zes-stappenplan van Dietrich Wolzak, he, die zegt ook van je gaat naar het eerste moment dat jij nog ervaart. Dat kan alleen maar in dit leven zijn, denk ik dan. He, want weinigen hebben ervaring van vorige levens. En je vergeeft daar dat je niet bewust genoeg was, dat je dat hebt toegelaten. En dat je dat hebt geprojecteerd. En als je dat doet, dan vergeef je dat in. Alle levens die je ooit hebt gehad. Als je gelooft in reïncarnatie natuurlijk, doe je dat niet, dan heb je niks verloren. Hè? Dat maakt niet uit. Nee, dat maakt niet uit. <laughs> dat is ook maar een idee. <laughs> dat is ook Zeker. maar een idee. Ja, ja, natuurlijk, dat is ook een idee. Ja. Ja. Dus God is in ja. alles wat ik zie. En, maar zien we dat, dat is het. Hè? Precies. Zien we dat echt, dat God daarin is? Want als we dat zouden zien, dan zouden wij hier niet meer moeten zijn. Daar waren we thuis. Dat is de oefening. Zeker. Ja, daar waren we thuis. Ja. Dankjewel. Ja. Alsjeblieft. Zijn er nog vragen? Ja. Hans. Uh, anderhalf jaar geleden ging het zo slecht met mij... dat ik dacht, nou, ik ga gewoon over. Ik, uh, ik had geen energie meer. Ik zag dubbel. Uh, nou, ik kon alles opnoemen. Op een gegeven moment had ik dan de keuze kunnen maken... van, nou, ik, uh, ik ga over en ik laat alles op afstand zien... Dus mm -hmm. Dat begreep ik een beetje uit de cursus. Ik heb daar niet voor gekozen. Ik heb zelf gekozen van ik wil gewoon verder leven. En het heeft me heel mijn kracht en energie gekost. Maar ik ben er wel weer bovenop gekomen, gelukkig. Super. Maar hoe ziet de cursus dat dan? Want ik, hoor, ik hoor het dan steeds in de cursus. En dat hoorde ik verleden keer ook, verleden maand. Van, mm -hmm. ja, je kan ook zeggen: van ik ga afstand en laat het maar gebeuren allemaal. Maar ik heb daar niet voor gekozen. Het was niet mijn keuze om bij om, om neer te leggen. En ja, gewoon op bed te blijven liggen. En te denken: ja, nou ja, het gebeurt maar, het gebeurt maar. Dat kon ik niet. Bedoel je dan uh, dat je koos om toch verder te gaan met het gedachtegoed van de cursus? Ja, en ik heb ah, niet gekozen had, voor ja, okay. van, nou ja, laat het maar gebeuren, laat het nee, maar gebeuren. Nee. Dat, dat kon ik niet. Nee, dat, dat is ook onmogelijk hè? Ja. Eens je het gedachtegoed van de cursus hebt ontmoet en, en tot je neemt, kan je niet meer zonder. Nee. Ik hoor het dikwijls zeggen en mensen van, was ik maar onbewust? Dan had ik al die zeven en die miserie, maar dat is niet waar. Ja. Je hebt dan nog veel meer miserie dan... Dat, maar het is soms moeilijk. Het is absoluut heel moeilijk om uit dat dal te kruipen. En toch die moed te hebben en dat doorzettingsvermogen van ik ga er gewoon voor, want ik heb geen alternatief. Er is geen alternatief. Want uiteindelijk bestaat het allemaal niet. He? Dus waarom zou je het niet doen? Natuurlijk, er zijn mensen die uh, bewuste overstap maken, fysiek dan, uit het leven stappen. Ja, die gaan dan gewoon opnieuw beginnen, hè. Daar is niets verkeerd aan, hè. Doe dat mag. En dat kan. Maar ze zullen toch opnieuw moeten beginnen. Ze zijn er niet van verlost. Meestal hebben ze dat idee van, dan ben ik van al, uh, al de miserie vanaf. En dan uh, weten ze waarschijnlijk niet dat ze nog eens terug moeten beginnen. En dan wordt het moeilijker. Ah ja, natuurlijk. En dat is mijn ervaring ook. Hè. Ik heb heel veel levens gehad waarin ik ook dit... Uh, in mij had dat spirituele, laat ik het nu zomaar even noemen, niet de cursus, maar het spirituele. Maar ik heb uh, heel dikwijls het niet afgemaakt. En nu weet ik dat dit het leven is. Van nu moet ik het echt doen. Dus ik ga er gewoon voor. Is het pijnlijk, ja, dan is het pijnlijk. Soms moet je echt ook door lijden gaan, hè, door fysiek lijden. Ja, dat is dan maar zo. Maar ik draag dat, omdat ik weet dat dat nodig is. En dat de oplossing er is, want ik kan dat lijden ook vergeven. He? Is dat een antwoord op je vraag? Ja, gedeeltelijk, maar ik, ik blijf toch een beetje met de vraag zitten. Van uh, de cursus zegt ook van, nou, je moet het dan maar laten gaan. Dat, kan dat je... kon ik niet. Dat kon ik niet. Ik kon niet zeggen van, nou, ik, ik laat het maar gaan. Ik ga nu over en uh -huh. ik ga het volgende leven maar weer doen. Uh. Dan is het omdat er toch een stukje in jou sterker is dan dat. He? Ik bedoel, jouw honger om wakker te worden is groter dan om te blijven slapen. Dat is alleen het enige verschil. Ja. Dus je, wou, je wilt absoluut wakker worden. Ik ben blij. Anders ja. had je hier niet gezeten. <laughs> nee, dus. Uh... Ja. Is dat het antwoord op je vraag? Oké, okay, super. Zijn er nog vragen? Um... Niets buiten mij betekent iets. Um, hoe zit dat uh, wat u betreft met uh, zeg maar grote dilemma's? <laughs> uh, ja, die pak ik vast. <laughs> en die onderzoek ik. En dan zoek ik waar het vandaan komt. En kom altijd uit op hetzelfde: angst. Er het is maar één uh, aspect dat, dat, dat deze wereld creëert, dat is de angst, ook angst voor God, hè? En ik ben nu mijn derde boek aan het schrijven over de herinnering, mijn herinnering aan God. Ik weet niet waar het mij toe zal leiden, maar uh, het zal nog wel een jaar of twee duren, denk ik, eer het klaar is, als het niet langer is. Maar uh, ik schrijf ook in dat boek op een bepaald moment van. Ik dacht dat ik geen angst voor God had. Ah nee, ik hou zo van God. Allee, ja, bedoel, waarvoor doe ik het anders? Hè? Voor de liefde en de vrede van God, daar doe ik het toch voor, om terug thuis om te ervaren dat ik terug thuis ben. Hè? Maar toch zit daar angst. Absoluut. Bij iedereen, anders waren we hier ook niet. Je kan nog zo denken: van, oh, ik wil daar zijn. Oh, ik wil in God zijn. Ja, tuurlijk willen we dat allemaal. Elke dag, elke seconde. Maar dat gaat, dat gaat niet zo. Want wij zijn in onze gedachten afgescheiden van God. Het is die gedachte die ons angst bezorgt, want uiteindelijk zien we dat niet, we ervaren dat niet, we hebben daar geen voeling mee met God, hè? met die liefde van God. Want dat kunnen we hier ook niet voelen, we kunnen een weerspiegeling voelen van zijn liefde, en dat is al het summum. Hè? Nou, want vraag mij niet wat is de liefde van God, want ik kan dat ook niet beantwoorden. Hè? Maar ik kan wel zeggen wat de liefde is die mij daar naartoe brengt. Dat is eerder de liefde voor mezelf, als schepping van God, die mij zal brengen tot de liefde van God. Hè. Maar uh, ja, ik ga naar die angst en ik ga zien wat dat, dat is, en ik onderzoek dat en ik doe mijn vergeving. Wat zijn grote dilemma's? De vraag is: wat zijn grote dilemma's? Voor de ene is een prikje in zijn vinger een dilemma en de andere de onthoofding niks. Ja. Ik bedoel, <laughs> ja. He? Uh, ik, heb ooit, ik heb heel veel boeken gelezen van Jet McKenna, ik weet niet of je die kent, maar dat is, uh, die is heel zwart-wit. Ik bedoel, een beetje zoals ik dan. <laughs> het is waar of het is niet waar. En die zei op een gegeven moment in zijn boek van, uh, een snedje in je vinger is even erg als een kind van het zevende naar beneden gooien. Ja. Voor sommigen pijnlijk. Ja. Maar als het een illusie is, is het nooit gebeurd. Uiteindelijk. Maar is het dan zo bij een dilemma? Of je kunt eigenlijk zeggen: zonder angst geen dilemma, denk ik. Ah ja, als je geen angst hebt, heb je geen dilemma's. Nee, maar als je een dilemma ervaart, dan, dan heb je angst. Ja, maar dus aan beide kanten wellicht. Uh, uh, Van, dan er ik zijn twee de... alternatieven. De... de ander bestaat niet, hè? Denk eraan. Ja. Jij hebt angst. En omdat jij angst hebt, heeft de ander ook angst. En die projecteert dat naar u. En dat is dat dilemma. Dat zit daarin. Is het misschien mogelijk om een voorbeeld te geven of zo? Van dat dilemma? Of wat uh, soort dilemma dat je zou. Of heb je niet echt iets in gedachten? Ik niet, maar deze meneer wel. Ah, deze meneer wel, oké. Okay. Ja, mijn dilemma. Is hij het dilemma? Ik heb, uh, Grapje. Ik heb sinds een jaar een hele grote dilemma. Oei, okay. Mijn zoon van 45, we zijn gebroeierd. Zijn wat? Gebroeierd. Wij spreken niet meer oh, met okay. elkaar. Ja. Mm -hmm. uh, komt dat door mijn verkeerde verwachtingspatronen? Heeft hij verkeerde verwachtingspatronen? Kijkend naar de miracles in context, denk ik, ik moet hem vergeven. Maar wat is dan vergeven? Echt vergeven? Dat is mijn vraag. Dat is uw vraag. Oké, okay, super. Uh, echt vergeven is. Uh, vooral jezelf vergeven. Voor het feit dat je verlangens hebt naar je zoon. Want je verlangt dat hij jou erkent als vader dan. Hè? En dat hij contact met je opneemt. Er zit nog iets anders in. We hebben allemaal een innerlijk kind. En dat innerlijk kind dat wordt meestal door ons aan banden gelegd. Bijna iedereen heeft dat. En. De weerspiegeling van je kind, je echte zoon, hè, is een weerspiegeling van jouw innerlijk kind. Dus als je omgaat met je zoon alsof je met je innerlijk kind omgaat, dan zou je daar veel beter tegenover staan. Ik heb uh, zelf het voorbeeld gehad. Uh, een, een oefening met mijn dochter, dat ik daar straks al zei dat ik het moeilijk had. Uh, toen mijn kleindochter van de oudste uh, juist geboren was, toen heb ik een besluit genomen. Het was heel bewust van, ik ga dit kind nu gebruiken uh, als uh, mijn innerlijk kind. En elke keer als ik dat moest bijhouden, was drie keer per week een volle dag. Dus ik, ik heb ze best wel veel gezien in het begin dan koesterde ik dat kind. En ik stelde me telkens voor als ik haar vast had, dat ben ik. Dat ben ik. En ik geef liefde aan mezelf. Nu, als je geen klein kind hebt om dat te doen, of geen baby, kan je dat, kun je dat ook een, een, een verbeelding van maken, een meditatie van maken. Maar het is het koesteren van je innerlijk kind wil zeggen dat het innerlijk kind wil naar buiten, dat wil leven. Ja? Dat wil liefde voelen, dat wil gezien worden, dat wil uh, gerespecteerd worden, dat wil vrij zijn. En wij sluiten dat altijd toe. Wij zeggen: nee, 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 nee niet vandaag. Nee, 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 dit mag niet. Nee, 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 dit kan niet. Volgens de regels van de wet. Hè? Het is zo dat elk kind contact moet hebben met zijn ouder. Ik weet dat is heel pijnlijk, hè? En ik heb nog verschillende mensen uh, onderweg gevonden die met zo'n dilemma zaten. Dat is heel pijnlijk als een kind u niet wil zien of niet met u wil praten. Maar dat komt omdat jij waarschijnlijk verlangens hebt van dat kind die niet worden ingewilligd. Ik weet niet of je daar iets mee bent. Uh, oplossing is jezelf vergeven voor het verlangen. Geen verlangens is het allerbeste wat je kunt doen. Verlang niets, laat het los. Ik heb het ook gedaan. Ik heb op een gegeven moment gezegd van: kijk, ik ga er niet meer mee bezig zijn. Of ze nu komen of niet, of ze mij graag zien of niet, dat maakt me echt niet uit. Maar ik ga liefde aan mezelf geven. En ik oefende dat met mijn kleindochter. En dat heeft gemaakt dat zij nu helemaal terug zijn in mijn leven, maar op een veel hoger niveau, veel liefdevoller niveau dan ooit. Maar door ze los te laten. Dat is heel belangrijk. Een kind zet je op de wereld. Je geeft het de mogelijkheid om te groeien en te bloeien. Hè. Maar op een bepaald moment, je moet het wel begeleiden. In het begin, de eerste 12, 18 jaar, hè, begeleid je dat kind. Maar dan moet je dat loslaten. Wat dat kind ook wil in zijn leven, dat moet ook kunnen uitbreken. En als we dat dan toch willen binnen een kader, hè, in een vakje steken, dat gaat niet lukken. Dat rebelleert en dat breekt uit. En dat verdwijnt. Dat is het, hè? Als je verlangens hebt van je kinderen en ze kunnen daar zelf niet aan voldoen, dan heb je pech. Dan zijn ze weg. Ik heb het zelf ook ervaren. Ik weet hoe, het, hoe pijnlijk het is, maar ik weet ook dat het kan oplossen door geen verlangens te hebben. Laat hen zijn wie ze zijn en vergeef jezelf. Oké, okay, maar ik heb het volgende ja? probleem. dan. Ja. Ik, ik... Je hebt ook. er niet één. Nee, dus, <laughs> nee, nee, want ik heb nog andere kinderen. Oh, oh ja, oké. Okay. <laughs> dus, Vertel. Het probleem zit hem hier met name in. Ik probeer het ook los te laten. Ik, ja? ik, met, met mijn grote ego, want ik heb een hele grote ego, sorry. En die ego zegt: ja, ik heb volgens mij wel een beetje gelijk. Maar goed, ik, ik probeer het los te laten. Maar dan heb je nog twee andere meiden die zeggen: Paps, nou laat je het wel los, maar neem, wanneer neem je nou eens contact met hem op? Ja, nee, ik ga geen contact met hem opnemen, want ik heb het losgelaten. Hij moet maar contact met me opnemen. De praktische problemen, die komen eigenlijk daar. Ja, ik ja, snap en, het. En dan met de cursus probeer ik ja. het toch voor mezelf in goede banen te leiden. En dan krijg ik weer een telefoontje van jongste dochter Paps... wanneer ga je nou weer eens proberen om contact te zoeken? Mm -hmm. Nou, de praktische problemen, daar zit ik echt mee. Ja, oké. Okay. Um, als jij zelf zou mogen beslissen nu... Wat je wilt doen, wat zou je dan willen? Wat zou je willen doen? Ik zou graag willen dat het weer goed komt. Ja, dat snap ik. Maar, <laughs> <laughs> maar hoe zou jij willen dat het weer goed komt? Heb jij een idee van wat je zou doen in deze situatie? Ja, ik ben misschien een mens, maar ik heb een verwachtingspatronen. verwachtingspatroon. Ah, voilà. Ja, en dat is ja. het probleem. Ja. Ik verwacht niets en je krijgt alles. Precies. Ja, dat is ook zo. Echt waar, probeer het. Het werkt. Het gaat niet morgen zijn, hè geloof me, dat, dat gaat niet. Nee, het dat is heeft een al een jaar geleden, nodig. dus nee, tijd speelt ook geen rol. Nee, Hoewel, ja. nee. nee eigenlijk niet. Hè. Eigenlijk ja. speelt het geen rol. Maar als je nu echt alleen met jezelf aan de slag gaat, ja. en je gaat jezelf graag zien, en je vergeeft jezelf dat je jezelf niet graag ziet, doe niks anders dan dat. En dan ofwel heb je vrede dat je hem niet meer ziet en hoort, dat kan. Hè. Ofwel komt hij gewoon terug. Maar laat het los. Ja. Best, doe er geen, zet het niet in een vakje. Wij zijn vakjesdenkers, hè. een vakje voor dit en een vakje voor dat. En die moet zo denken, die moet zo doen. Nee, los, los, los. We zijn allemaal vrij, want jij bent ook vrij om te denken wat je wilt, maar hij is ook vrij om te denken wat hij wil. En wat zelfs, zelfs de oorzaak van het conflict dan in dit geval vanuit jouw zoon gezien, dat hoef je ook niet te weten. Dat zal je ook nooit weten? Gaat hem dat vertellen? Ik denk het niet. Want anders zou het allemaal langs zijn gekomen. Nu, uh, ik heb zelf uh, niet met mijn kinderen, maar met mijn moeder een voorbeeld. Uh, mijn moeder was nogal uh, dominant. In die zin dat zij op een bepaald moment heel dikwijls herhaalde, ze werd wat ouder, van uh, en jij gaat voor mij zorgen later, jij gaat dat tonen, alleen jij gaat voor mij zorgen. Hè? Want mijn broers die moesten dat niet doen, want die konden dat toch niet. En uh, ik reken erop, hè? en ze was dan zo, ze keek dan zo heel kwaad, ik reken erop dat je dat doet. Hè? En ik werd dan zo beu, maar zo beu, ik zei dikwijls van, mama, natuurlijk doe ik dat. Maar ik doe dat omdat ik dat wil, niet omdat jij dat vraagt. Ja, het kan me niet schelen. Je gaat dat doen. Oké. Okay. Dus na etelijke periode, ja, ik denk dat het maanden was, het was echt heel dominant. Ik dacht, ik moet hier iets mee doen. Hè. En mijn enige uh, idee op dat moment was, ik moet van mijn moeder even afstand nemen. Wat heel pijnlijk kan zijn, want ze was toch al minder mobiel en ze was ook al op leeftijd. Maar ik moet dat nu doen, want ze moet dan leren begrijpen dat ik voor haar wil zorgen en dat niet zij kan eisen dat ik voor haar zorg. Hè. Dus uh, heb ik haar een brief geschreven, want we konden niet meer praten. Allee, het werd altijd gekelderd. Alles wat ik zei werd gewoon uh, altijd uh, geschrapt. Dus ik schreef een brief, een hele liefdevolle brief. En ik vroeg aan haar om mij los te laten, letterlijk, en dat ik altijd bij haar zou zijn. Hè, dat ik niet in het gareel wou blijven lopen. Het was eigenlijk ook heel mijn leven al zo. Zij was dat ook zo gewend, dat dat zo was. Dus ze kon het ook niet anders bedenken dan dat ik in het gareel bleef lopen. Uh, maar ik heb gevraagd om mij los te laten. En uh, ze is met die brief naar haar huisdokter gegaan. En die huisdokter zei tegen die huisdokter, dat is een brief van mijn dochter. Nu moeten dat eens lezen. Verschrikkelijk is dat. En die dokter pakt die brief aan en begint dat te lezen. Dus ik heb nog nooit zo'n liefdevolle brief gelezen. En kwaad als ze was op die dokter. Ja. Kwaad! Ze zei van: Je verstaat er helemaal niks van. Jawel, zegt hij, ik versta dat heel goed. Hij zegt maar, laat dat los. Kom, geef die brief maar terug. Dus zei hij weg. Hè. Uh, en ik ben negen maanden niet bij haar bezoek geweest. Ik heb negen maanden niet met haar contact opgenomen. En dat was heel hard. Want ik had dikwijls het gevoel, want wij belden heel veel. Nikkels het gevoel, ik zal even bellen, vragen hoe het met haar is. Nee, zei dat stemmetje, doe het niet, want dan, dan ga je terug in dat oude patroon. Dus het heeft negen maanden geduurd, het was echt een zwaar bevalling, <laughs> letterlijk. En toen heb ik haar gebeld op een morgen en uh, ik vroeg, uh, mama, mag ik langskomen? Ja, als dat dan moet. Nee, dat moet niet, maar ik vraag het maar. Hè. Ja, dat ja, is goed. Maar zo echt van: het interesseert mij geen bal, dat je mij nog wilt zien. Hè? Dus ik kwam bij haar en ik heb haar gewoon liefdevol vastgepakt. En ik heb gezegd: Kijk, ik ga voor u zorgen, maar echt tot de allerlaatste adem die je hebt. Maar ik ga dat doen. Begrijp dan nu dat ik dat voor u zal doen. En toen begon ze zo wat te verzachten en ze begon zo al wel glimlachen, zei ze van ja, oké okay. begrijp je dat nu? Je hoeft je geen zorgen te maken, want ik zal er echt wel zijn voor u maar voor, als, zoals het voor mij mogelijk is. En een aantal weken later begon het eigenlijk uh, met haar slechter te gaan en dan heb ik niet zelf bij haar gaan werken kussen en alles gaan doen maar dan heb ik gewoon mensen ingehuurd die zei van kijk, die komt bij u poetsen die komt uw huishouden doen, die gaat koken die doet de boodschappen en ik zeg, voilà, dat is ook zorgen voor. Want ik woonde ver, want ik moest dan twee uh, bussen nemen om bij mijn moeder te gaan. Ik was al bijna een uur onderweg enkel. Dus dat was niet evident. En één keer in de maand ging ik haar administratie doen. Dat deed ik wel. Dat deed ik daarvoor ook al. Dus dan denk ik zeg, kijk, heb je iets tekort? Nee, zegt ze, want ik word goed verzorgd. Zeg, dat is toch ook zorgen voor? Moet ik dat dan zijn? Nee, te zwaar. En dan heeft ze dat losgelaten. En ik moet eerlijk zeggen, ze is nu toch al uh, tien jaar overleden. En uh, ik heb haar de mooiste begrafenis gegeven, vind ik persoonlijk, die zij zeker zou appreciëren. Dus voor mij is het heel mooi geëindigd. Wij zijn in liefde eigenlijk kunnen afscheid nemen. Absoluut. Ja, ik vind het een prachtig verhaal. Alleen dat kruispunt waar u voor kwam, ik schreef ook een brief. Alleen een ego-brief. Ja. En die kwam dus wel aan? Ja, ja. En ja. <laughs> is het dan ook mogelijk om een tweede brief te schrijven? Tuurlijk. Misschien met een andere inhoud? Dat kan. Oh. Je krijgt ja, toch altijd ik. de herkansing? Natuurlijk wel. Oké. Okay. De keuze maken dat denk je is, kiest altijd opnieuw. Als jij beslist om opnieuw te kiezen, kan jij nu een andere brief schrijven. En ik laat jou in liefde los. En ik wens jou het allerbeste in je leven en alle succes toe. Maakt niet uit, met je eigen woorden. En of dat er dan iets gaat op, dat hij daarop gaat reageren, moet je ook loslaten, absoluut. Want als je dat niet doet, dan uh, komt het weer. Maar het is eigenlijk een weerspiegeling van jou. Jouw zoon is een weerspiegeling van hoe jij over jezelf denkt. Dus je kunt in hem lezen hoe jij over jezelf denkt. Wil jij jezelf niet graag zien? Zie jij je goddelijke zelf misschien niet graag? Wil jij jezelf niet herkennen als schepping van God? Ben je het waard om schepping van God te zijn? Stel de vraag aan jezelf. En als je volmondig ja zegt, in liefde, dan gaat dat allemaal, los, dan gaat dat allemaal oplossen. Super, dankjewel. Graag gedaan. Ja? Nog even een vraag dan hierop. Kan dat ook zonder die brief? Ja, tuurlijk. Vanuit die liefde naar hem toe? Ja. He, en ook echt vergeven naar jezelf hoe, ja. hoe het dan ook is gelopen. Het hoeft niet fysiek uitgelegd okay. te worden. Nee. Ja, maar is... als het jou ja, een beter gevoel geeft. Maar ik, soms... Ik heb ook zo het gevoel van dat het niet altijd mogelijk is. Allee, ik bedoel, je kan dat wel doen, maar soms stikt dat nog een vuurtje meer aan. Witte. Als de andere partij dat niet echt wil, ja. dat weet je niet. Hè? We hebben in 2006 ongeveer... Uh, we hebben boek gelezen van Willem Glaudemans, ja. Van Vergeving. We hebben ja. dat toegepast en toen was er weer toenadering. Alleen, ja, er spelen natuurlijk hè, tussen uh, vader, zoon of. Ik ben de stiefmoeder. Spelen er natuurlijk ook allerlei dingen. En daardoor is die verwijdering weer gekomen. En is er vorig jaar een brief gegaan. Uh, ik heb er niks mee te maken gehad, overigens. Maar heeft hij die, uh, die brief geschreven en daar is die verharding nog meer gekomen. Voorafgaand zijn daar ook appjes naar ons toegekomen. Ook heel uh, pijnlijk waren, laat ik maar zo zeggen. Ja. Dus het is een over- en weerspel. Ja. En ik denk ook dat zo'n brief, ja, ik het zal geen vuur, uh, wat, hoe zeg je dat? Uh, het zal het niet verergeren, maar uh, ik weet niet of het op die manier aankomt. Dus ik denk meer vanuit het hart, van hart tot hart, uh, dat dat misschien beter aankomt of niet. Ja, dat weet je dan natuurlijk niet, maar. Zijn hart en jouw hart zijn ja, één. Dus ja. het, komt sowieso, het over. komt sowieso over. Energie ja. is overdrachtelijk. Ja. He, bedoel. Want het is al een keer eerder voorgekomen dat het mm. gelukt is. Alleen ja, ego's spelen natuurlijk ook weer tegen elkaar. En dan ja. Ja, is het weer ontploft, laat ik maar zeggen. Ja, dat kan gebeuren. Dat het in verschillende stadia gaat. Dat het niet in één keer gaat. Maar het is ook voor iedereen anders natuurlijk. Ja, ja. Maar hou vol. Ja. Blijf liefde voor jezelf voelen en breid het uit. Dankjewel. Dat is de enige les die ik je kan geven. Toch? Ja. Mooi, dankjewel. Ja, nog iemand? Ja. Uh, ik hoor u net zeggen van... Um, op een gegeven moment dat u besloot... ik ga geen contact zoeken, geen contact nemen. Maar er kwam toch zo'n stemmetje van... ik ga toch even bellen of een appje sturen. Mm -hmm. En zegt u, zei u van, nee, dat deed ik niet. En na negen maanden deed u dat wel. Dat mm -hmm. was u die je belde, geloof ik. Mm -hmm. uh, hoe, uh, wanneer weet je... Uh, dit is nu, zeg maar, mijn ego-stem van ik ga bellen, en wanneer is het eigenlijk de stem vanuit liefde? Om dat, dat verschil te mm -hmm. horen, vind ik lastig. Dat is voor mij eigenlijk wel heel duidelijk. Als een besluit genomen wordt, of er komt iets op mijn pad dat ik zeg van, oh, ik ga bellen, en het is niet vredig, of ik voel me daar niet vredig bij, dan doe ik het niet. Ik moet daar echt een vredig gevoel bij hebben. En dat was wel, na die negen maanden, dat was die die, die drang om haar te bellen, eigenlijk gewoon om het op te lossen. Dat was eigenlijk wel het doel. Hè. Dus ik wilde de situatie oplossen, voorgoed. Want ik had dan geoefend natuurlijk. Hè. Ik had al die jaren geoefend, al die maanden geoefend in uh, vergeving en liefde voor mezelf en koesteringen, weet ik veel wat. Dus ik had er echt wel hard aan gewerkt. En het, het, ja, het bleek ook zo te zijn. Hè. Ja, en zat dan. Het ik kan het redelijk volgen denk ik, maar was dat dan halverwege die, dus na drie maanden, dat dat verlangen... Um, ik neem aan dat toen dat verlangen er ook zat, het wilde oplossen. Um, maar even terugdenken, dat is even lang <laughs> geleden, hè. maar even terugdenken. Uh, ik denk dat het uh, de eerste drie maanden niet, daar ben ik zeker van, want dan was ik eigenlijk kwaad. <laughs> ik was gefrustreerd en gefrustreerd omdat zij me niet verstond eigenlijk. Ze begreep het gewoonweg niet. Ze begreep niet wat ik zei, dus ze wou er ook niet naar luisteren. En daarom heb ik echt de eerste drie maanden... Ik heb het wel heel moeilijk gehad met mezelf, uiteraard. Hè. Maar nadien uh, heb ik inderdaad een paar keer gehad vanuit schuldgevoel... van ik zal maar bellen, want eh, ze zal het zeker leuk vinden. Of misschien niet, weet ik niet. Ik kan het maar proberen. Hè. Klik het niet, dan klik het niet. Maar ik heb het niet gedaan. Omdat ik voelde van... Nee, het is te vroeg. Maar ik moet wel eerlijk zijn. Zoals ik al zei... Uh, ik ben altijd in gesprek met de Heilige Geest of met Jezus, maakt niet uit. En ik, die laten mij dat ook al voelen: hè? van dit is goed of dit is niet goed. Dus ik kan dat heel moeilijk uitleggen, want dat, dat is weten. Ik weet dat het goed is of dat het niet goed is. En zelfs al zou ik het gedaan hebben en het was niet goed geweest, dan had ik daar ook een les uit gekregen. Dus het maakt eigenlijk niks uit. Ja. Okay. Ja, even de micro daar. Hè. Ja, ik kan niet lopen. <laughs> ja, en um, die eerste drie maanden ja. was je nog kwaad. Ja. Um, had je dan niet het gevoel, als jij zo sprak, ze was autoritair iemand, dat het je eigen projectie was? Dat je dat nog niet herkend had of zo? Uh, minder, minder dan nu. Ja, ja. wel dat is waar. Dus in de eerste drie maanden was... Uh, <laughs> Maar het is inderdaad misschien nog niet echt duidelijk dat het mijn projectie was. Inderdaad, dat is waar. Want dat je dacht van nou... Ja, want dan had het gemakkelijker gekund. Ik, ik zit er gekund. zo in en dat wil ik. Ja. Hè, zo, ja. Langs de ene kant ergens wel, want ik wist dat het uh, een tekort aan liefde voor mezelf was. Hm. Dat maakte dat zij mij niet kon liefhebben. Hè? Ja. Dus dat wist ik wel. Hè? Um, hm. Maar ik, ik moet zeggen dat ik in die jaren, want het is toch lang geleden nu... Dat, dat is voorgevallen, spreek ik al, uh, denk ik, 15 of 20 oh, jaar ja, geleden. Ja. Ja. Dus dat is wel heel ver terug. En ik leef zo niet in het verleden. Nee. Liefst niet. Uh, maar ik zal waarschijnlijk zeker zo bewust niet geweest zijn als nu. Mm. Het zou ook nu niet meer gebeuren. Nee, ik snap ik. Het dat kan mij ook niet meer overkomen. Mm. Daar ben ik zeker van. Mm. Ja. Mooi, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Um. Ik wil u vragen over wat ons allemaal aangaat. De angst. Is de angst, ja, die voel je gekoppeld aan de afscheiding. Maar is de angst zelf ook een illusie? Ja. Ja, maar hij is zo, uh, soms zo. Dominant. Ja, maar zo echt, hè? Ja, ja. In je beleving. Ja. Um, wat is de informatie in die angst? Die, die, wat wil die zeggen? Fundamenteel. Die wil eigenlijk zeggen, uh, angst is verbonden aan het ego. En het ego wil dat je angstig bent. Want als je geen angst meer hebt, dan stopt het ego. Dus je bent afgescheiden, want zo lijkt het wel. Hè? Je bent afgescheiden van God. En de angst is dat God, hè, je kent het verhaal van de verloren zoon. Waarschijnlijk wel. Ja, kijk, een beetje vergelijkbaar. Of veel vergelijkbaar. Uh, je moet als zoon terug naar je vader. Maar je bent bang. En je gaat eerst alles proberen op te lossen in je eigen wereldje als eh, afgescheiden zoon. Om dan met, met iets naar je vader te kunnen gaan om te laten zien van kijk, eh, ik ben daar wel afgescheiden geweest. Eh, maar ik, ik ben het waard om terug te komen. Zijn we het waard om terug te gaan? En daar zit volgens mij de grootste angst. Dat we, dat we onszelf niet waardig genoeg. door het feit dat we die droom hebben gecreëerd. Hè? Het is een droom. Ja? ja, en daarvoor was de paradijselijke toestand. En wat is nou de betekenis. dat we in die afscheiding zijn gekomen. en daarna weer terugkeren? Ja. Naar die eenheid. Ja. Dus dan vermoed je toch een toegevoegde waarde in die afscheiding. En als ik dan weer terugkom in God, dat God dan ook rijker is? Nee, ik denk niet dat dat daar iets mee te maken heeft. Um, het idee van afscheiding, ja, uh, dat is zoals wij allemaal. Stel, ik zal een voorbeeld geven. Stel, je bent in een vergadering. Hè? En. Um, je hebt kinderen die naar school gaan en ineens, tijdens die vergadering, valt het je te binnen dat je kind naar school is zonder brooddoos. Oeps, kind heeft geen eten vanmiddag. Wat ga je doen? Ga je alles doen om dat kind eten te bezorgen die middag en de vergadering verlaten of hè, niet meer verder gaan? Of zeg je, het is maar een idee... En dat lost zichzelf wel op. Heb je het vertrouwen dat het oplost? Dat de school voor het kind zal zorgen dat het eten heeft? En dat is ook zo, want dat weten we uit ervaring. Hè? Als een kind zijn boterham niet bij heeft, dan zorgt de directie wel voor een boterhammetje. Zelfs dan moeten ze die van hen afgeven. Dat doen ze gewoon zo. Dus je weet dat, je kan erop vertrouwen. En als je dan die seconde dat je dan aan dat kind hebt gedacht, ben je niet in de vergadering geweest. Want je kan niet twee dingen tegelijk bedenken, toch? Ik zou willen dat er iemand was die dat kon. Dat kan echt niet. Je bent daar niet aan denken. Je bent afgeleid en je bent niet in de vergadering. Dat is eigenlijk het soort van afscheiding, dat is een synoniem voor de afscheiding. Dus je bent met je gedachten afgeleid geweest naar een idee, een krankzinnig en idioot idee dat je een eigen wereld zou kunnen creëren en daar is voor God gaan spelen. En dat idee, dat ben je ofwel gaan geloven en dan creëer je het ego. Of je gelooft het niet en je lacht ermee. En dan ben je gewoon terug in God of in de vergadering. Zo simpel, Zo simpel is het. Het is niks meer dan dat. Dus het feit dat je het gelooft, creëer je meer en meer illusie. Ja? Een deel van ons is direct wakker geworden in God. Hè? Dat is, we zijn wakker geworden, maar we zijn er. We zijn in God. Het is een deeltje, een fragment van ons dat nog steeds gelooft dat we kunnen afgescheiden zijn. Dat we kunnen een eigen wereld. En dan gaan wij eens een keer doen waar wij zin in hebben. Wauw, wat heeft dat ons niet gebracht? Miserie, kommer en kwel en pijn en lijden. Nou, leuk vind ik het niet. Dus ik wil snel terug naar huis. Allee, snel. <laughs> ik bedoel, op normaal tempo, hè? want we ja. moeten het niet versnellen. Maar de, de afscheiding is er als besef. En dat ja. heeft. Ik voel ergens intuïtief, dat heeft toch een betekenis. Maar niet in de zin van. Het definitieve is de eenheid van God. En in God zijn. Dat voel ik diep in mijn hart. Maar het, het is ook zo dat de droom gebeurt. Dus er, er zit ook een betekenis in de droom. Anders was die er niet geweest. De enige betekenis in de droom kan zijn dat het een illusie is en dat je terug moet wakker worden. Wat anders kan er in de droom zijn? Bedoel jij dan eerder uh, in, in de materiële wereld van de droom? Nee, ik, ik bedoel van, um, stel dat er nooit gedroomd zou zijn, ja. dan ja. zou er iets ontbreken. Ja, en nee. Nu? <laughs> ja. Dat kunnen we niet beantwoorden, hè. Nee, dat, 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 dat is ja. de cruciale vraag, waarom zijn we in Gods naam afgescheiden? Ja. Maar het is niet gebeurd. Het is niet gebeurd. Het, het is, niet gebeurd. is niet gebeurd. Nee, het is niet gebeurd. En dat is ook waarom het kan gebeuren. En dat nee. is het dat is ah, paradox. Nee, nee. Ja. nee het, kan, het kan niet, want dat zegt de cursus heel duidelijk. Je kunt niet buiten God. Nee, dat, dat, maar de paradox is dat het lijkt alsof het kan. Ja, het lijkt. Ja. Maar omdat iets lijkt zo te zijn, is het nog niet zo, hè? Nee dat, 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 het is zwaar. Ja. Ja, nee, dat is waar. Dat zo. zien we alle dagen. Ja. Dingen lijken zo te zijn, maar achteraf kom je dan tegen dat het helemaal zo niet is. Nee, dat, dat is zonder meer. Ja. Dus daar gaat het in deze wereld om. Alles lijkt zo te zijn. Het is ja. niet echt. En het, het belangrijkste is dat je het nimmer gelooft. Dat je in deze wereld leeft en dat je daarin beweegt en dat je daarin van geniet en dat je dat, alles doet wat je graag wil maar geloof er niet in, dus geniet van van de illusie. Als ze zeggen van uh, wat ik buiten mij zie betekent niets, maar geniet er wel van. Het betekent niks, maar geniet er wel van, zolang je kan dat je hier nog rondloopt in een fysiek lichaam. En kom je terug, geniet er dan ook van. Hoe meer hoe liever, want dat is het. Het genot maakt dat je in vrede bent. En dan kom je dichter bij God. Ik wens u veel genot toe. Dank je wel. Ja, wel. Ik jou ook. Ik wil even aanhaken op, uh, op de vraag. Want ja? volgens mij uh, um, is dat de vraag die jij stelde... de meest uh, intrigerende vraag, ja. um, theologisch, filosofisch vraag... Die, die de mensheid kan stellen. Ja. En wat ik al begrepen heb, is dat het antwoord namelijk... Uh, is dat dat het mysterie van het leven is. Ja, van dit leven is het een mysterie absoluut. Want je bent aan het leven in iets dat niet bestaat. Hoe mysterieus kan het zijn. Ja, ja toch, toch wel. Dus, dus moeten we en je vrede... maakt jezelf zorgen om iets dat niet bestaat. Dus moeten we vrede hebben met dat antwoord, denk ik. Ja, dat is inderdaad zo. Je, je kan het niet verklaren. Er is geen verklaring. Nee. Want als je zegt van, hè, waarom is de is de afscheiding ontstaan, die is niet ontstaan. Denken dat dat echt is, maar het is niet echt. Nou, dus dan zou, dan zou dan het gevoel zijn dat het mysterie uh, uh, niet uitgepuzzeld moet worden, niet opgelost moet worden, nee. maar uitsluitend geleefd kan worden. Ja, absoluut. Dat, zo, zo zie ik hem maar. Zeker. Je hoeft van niks uh, de essentie te zoeken in, in deze wereld. Hè? Want je kan bijvoorbeeld conflict hebben en je kan zeggen, ik ga dat eens opzoeken, waarom is dat conflict, wanneer is het ontstaan? En je gaat tot tien uur jeugd, dat is niet nodig. Besef dat je een conflict hebt. Punt. En dat conflict is een conflict met jezelf. Waarom is er een oorlog uh, in Rusland, hè, met Oekraïne? Ja, omdat ik in oorlog ben met mezelf. Hè? Punt, dat is het. Dat is waarom dat daar is, maar het is zo ver van mij weg, dat ik er eigenlijk geen aandacht aan schenk, omdat het ook niet in mijn wereld is. Hier is dat toch niet. Waarom zou ik er dan onbezorgd zijn? Degenen die daar wonen, hè, maar dan spreek ik over projecties buiten mij, die ook niet bestaan, hè, die hebben gekozen om daar te zijn. Wij hebben gekozen om hier geboren te worden. Wij hebben gekozen om, eh, jullie in Nederland, ik heb, ik heb gekozen om in België geboren te worden. Ik moet afrekenen met mijn wereld waar ik in zit. En wij kunnen natuurlijk humanitair zeker helpen. En dat is absoluut nodig, hè, om die mensen te helpen. Maar nog veel belangrijker is het om die mensen. Via onze gedachten te helpen. Want als wij massaal juist gericht gaan denken, dan lost die oorlog op. En wie dan nog een oorlog ervaart, is degene die dat wil ervaren. Hè? Want die bedenkt het. Het is cru, ik weet het. hè? Toch, wie we? <laughs> ik voel het tot hier. <laughs> maar ik vraag jezelf af. Stel dat ik alle dagen bezig ben met die oorlog in Rusland. Wat tot wat leidt dat? Voor mij in mijn leven tot niets. Ik kan daar niks aan doen. Moet ik daar naartoe gaan? Wat kan ik als één persoon naar gaan doen? Niks. Maar ik kan wel begrijpen waarom er oorlog is. Ja? Omdat er aanvallen zijn van de een wil een stuk van de ander. En de ander wil het niet afgeven. Ogen om oog, tand om tand, zeggen ze bij ons, maar dat is ook wel zo. Hè? Maar dat is in, in alle eeuwen altijd zo geweest. Zelfs in de oertijd was dat. Als een van uw maten een dier doodschoot, dat jij bij een pijl al in het zicht had en ermee weg was en hij had eten en jij hebt niks. Ja, dan zit het ook in oorlog, toch? Dus het is altijd zo. Wij zijn in strijd met de buitenwereld. En de ene oorlog is groter dan de andere. Dat is logisch hè. Maar er bestaat geen wereld zonder oorlog. Er zal altijd, overal zal er altijd oorlog zijn. In het groot of in het klein. En je hebt je eigen wereld. En als je alleen maar voor je eigen wereld zorgt, dan lost de grote oorlog ook op. En ik denk, ja, het is wat ik in het begin al zei, van mijn wereld is klein. Als ik daar al eens mee begin, want tenslotte is dat dicht bij mij, hè? mijn partner, mijn kinderen, mijn, mijn buren, hè? ik kan ook in oorlog zijn met mijn buren, in strijd zijn met mijn buren, als ik dat al eens oplos en ik heb dan een leuke wereld, een, een, een liefdevolle wereld, een zalige wereld, dan breid ik dat uit. En dat zie ik ook. Hè. In al die jaren dat ik met de cursus bezig ben, heb ik zoveel mensen rondom mij, zoveel liefdevolle mensen. Dat ik denk: dat is toch gewoon geweldig. Is dat het uh, verhaal van uh, um, dat daarmee zeg maar, de collectief bewustzijn stijgt? Dat de, ja, tuurlijk, het de, groeit. De trillingsfrequentie in, ja. in, in, het, in het universum. Ja. Kunnen we eigenlijk, uh, eigenlijk lossen we de oorlog oplossen op door de oorlog in onszelf op te lossen? Ja. 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 Collectief kunnen wij alles oplossen, maar de vraag is dan niet. Uh, Allee, je moet niet verlangen dat er dan nooit geen oorlog meer zal zijn. Dat blijf je buiten, want dat is niet van toepassing. Maar als jij ja, in jouw leven geen oorlog hebt of geen strijd hebt met jezelf, dat is top. Geweldig. Ja, dat is toch geweldig. Dank je wel. En geniet er dan van, zou ik zeggen. Van de vrede, alsjeblieft. Uh, ja, ik hoorde net. Jou ook zeggen van uh, we hebben er zelf voor gekozen om hier in Nederland geboren te worden en hier, dit mee te maken wat je meemaakt. Mm -hmm. Maar wie kiest er dan eigenlijk? Want ja, de persoontjes de bestaan toch niet? Dus... De keuzemakende denkgeest kiest om geboren te worden. Oké, okay, de keuzemakende denkgeest. De keuzemakende <laughs> denkgeest, dat is hoog hè? ik bedoel, ja. staat heel dicht bij de afscheidingen. Dus door het idee van afscheiding. Ja. Gaat jouw denkgeest moeten kiezen? Wil ik terug of ga ik verder? En verder wil zeggen: het ego creëren. Hè? Je creëert het universum met de planeten en alles. Dat, is een, ja, dat, dat gaat vanzelf. Hè? Bedoel, je, je bedenkt het eigenlijk allemaal allez, vanuit jezelf. En als je kiest. Voor het ego, dan moet je in het ego terugkiezen voor God of voor de Heilige Geest. Voor de leiding van de Heilige Geest. Die brengt je terug naar huis. En die keuze maak je opnieuw. Dus wat je ook beleeft en waar je ook geboren wordt en wat je ook meemaakt, is daar geboren. En daar heb je de keuze gemaakt. Ik kies voor het ego. En daaruit kies je dan ook nog eens voor situaties. Hè? Je wordt geboren met een plan in deze wereld. Hè? Er is een plan. Wat ga ik in dit leven oplossen? Ja. En waar is de okay. beste plaats? Welke zijn de beste ouders? Ook al vinden wij onze ouders misschien niet altijd even leuk, maar ze zijn wel de beste ouders voor, voor ons. Want ze bieden ons dat wat wij moeten oplossen. En ik, ik weet dat het voor veel mensen die in een moeilijke ouderrelatie hebben gezeten, dat dat heel moeilijk is om dat te aanvaarden. Maar het is wel een voordeel als jij de enige verantwoordelijke bent voor uw leven, dan kan jij het veranderen. Als een ander verantwoordelijk is voor uw leven, dan kan je er niks aan doen. Je kunt niemand verplichten. Toch? Want dan leg je eigenlijk je geluk in de handen van anderen. En dat werkt niet. Dat doen we toch best veel, denk ik. Zo van, als zij mij maar graag zien, oh, dan ben ik gelukkig. Wie is zij? Toch? Ja, dank je wel. Alsjeblieft. Is het een antwoord op je vraag? Ja, ja ik ga okay. wel even broeden op de keuzemakende <laughs> denkgeest. Ja, er staat redelijk wat uh, in de cursus over de keuzemakende denkgeest. Ja. Maar ik kan het niet zo direct zeggen waar het staat natuurlijk. Hè. Ja, ja. Maar hij wijst er heel dikwijls op, ja. We okay, kiezen dankjewel. zelf. Ja. Alsjeblieft. Ja, ik had eigenlijk een vraag van... Uh, ja. Dat je het hebt over genieten van in deze wereld. Ja. Um, waar komt dat genieten dan vandaan? was de vraag die je mij opwelde. Komt dat dan vandaan omdat het uh, hier in één keer goed gaat? Omdat, wat jij, uh, of komt dat omdat je uh, gekozen hebt om in, om in vrede te zijn met? Ah ja. Dus het geluk heb... om eigenlijk. Van de keuze om in vrede ja. te zijn. Ja, absoluut. En het komt van, van binnenuit naar buiten. Het komt nooit van buiten naar binnen. Ja. Dus iets buiten mij kan mij niet gelukkig maken. Maar door het feit dat ik mijzelf gelukkig maak, is alles buiten mij ook zo ingesteld dat het mij geluk brengt. Oh, ja. Dank je wel. En dat gaat in de kleinste details. Hè? Ja, dat werkt, dus, werkt dus gewoon allebei de kanten op. Ja, het werkt aan beide kanten. Gelukkig. Dankjewel. Is dat niet fantastisch? Dat vind ik ook zo'n mooie afsluiter. Ja. Oh. Nou, Reine, we hebben allemaal uh, rode wangetjes. Ik ook. De Zoom heeft ook ro iedereen rode wangetjes. Niemand is slaapgevallen dus. Nee, wakkerder dan ooit. Oh. Wat leuk. Dank, misschien kunnen we Reine even een uh, hartelijk applaus geven. Dank. Dank u. Thank you, Val. Thank you.